Willem-Frederik Hermans, terugkijkende in de geschiedenis van Nederland. Wat betekende vroeger zo'n begrip als Indonesië? Wat was die kolonie? Hoe heb jij dat ervaren als kind? Wat voor soort beeld bevatte dat? Nou, het beeld was, kun je zeggen, duidelijk idyllisch. Er waren natuurlijk veel Nederlanders die helemaal geen belangstelling hadden voor het bezit van die kolonie. Maar laten we zeggen, die mensen die daar kennis aan hadden, of familieleden, of jongens die later bijvoorbeeld wilden studeren, die hadden daar wel belangstelling voor. En die hadden daar een zeer idyllisch beeld, werd daarvan opgehangen, zowel op de lagere scholen als op de middelbare scholen. Het is haast niet meer voor te stellen hoeveel zelfvertrouwen Nederland in die tijd had. Er werd ons dus geleerd dat Nederland was verreweg de meest hoogstaande, beschaafde enzovoorts koloniale mogendheid. Het werd dus voorgesteld alsof we eigenlijk daar waren om die mensen de beschaving te brengen, het christendom te brengen, de welvaart te brengen enzovoorts. Dat beeld was natuurlijk sterk chauvinistisch gekleurd. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat ik geloof wel dat in vergelijking met inderdaad met sommige andere koloniale mogendheden, ik denk in het bijzonder aan Frankrijk of Engeland, de situatie in die Nederlandse koloniën vergelijkenderwijs niet slecht was. Dat is natuurlijk wel eens anders geweest, maar de band die tussen Nederland en Indonesië bestond, die was natuurlijk een andere dan, stel ik me voor, de band tussen België en Belgisch Congo. Omdat de Belgisch Congo eigenlijk iets is wat België pas verworven heeft aan het eind van de 19e eeuw. Terwijl de eerste Nederlandse expeditie naar Indonesië of naar Oost-Indië, zoals het in die tijd heette. Die naam Indonesië die is pas in de 19e eeuw bedacht. Oost-Indië, de Oost-Indische archipel, die vond al plaats in 1592. Toen zijn dus Cornelis en Frederik de Houtman daar met twee schepen naartoe gevaren. Ik meen Cornelis de Houtman die is gestrand in de buurt van Sumatra en door de Atjeërs vermoord. Maar Frederik de Houtman heeft het er levend van afgebracht en is tenslotte gestorven in Alkmaar. En eigenlijk moet je het contact met Indonesië zien in die tijd als een verlengstuk van onze oorlog tegen Spanje en Portugal. Het ging er dus om de Spanjaarden daar en de Portugezen daar handelsrechten te ontnemen, daar monopolies te verwerven. Dus net als de andere koloniale mogendheden trouwens, wij beperkten ons ertoe om daar hier en daar een fort te stichten, hè, waar we dus een aanlooppunt hadden, en verder contracten te sluiten met de inheemse machthebbers daar, ten einde een monopolie te krijgen op bepaalde koopwaren. Die koopwaren waren in die tijd heel andere dingen dan in latere eeuwen. De schepen waren klein, de reizen waren ontzettend lang natuurlijk, dus het moesten goederen zijn die veel geld opbrachten en weinig plaats innamen. En dat waren specerijen. Het ging vooral om de specerijen aan. En zo waren er dus verschillende steunpunten daar na verloop van tijd. Niet alleen in wat later Nederlands-Indië is gaan heten, maar ook wat in de loop van de eeuwen dan in bezit van Engeland is gekomen. Dus aan de Malabarkust van het latere Britse Indië. Ceylon hebben we tot het eind van de 18e eeuw bezeten. En wat nu dan Maleisië heet, Singapore en zo. Goed, en dat was eigenlijk die onderneming die werd, dat werd verricht door een particuliere maatschappij, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het was dus een maatschappij van handelslieden. Die bovendien, het was een gewapende maatschappij. Ze hielden er troepen en kanonnen op na. En ze hadden het recht om zekere soevereine rechten te doen gelden.
Nou, die VOC, die is aan het eind van de 18e eeuw, in 1799, is die failliet gegaan. En toen is de hele zaak dus overgenomen door de Nederlandse staat. Dat was in die tijd de Bataafse Republiek. Kort daarvoor was de laatste stadhouder. Stadhouder Willem de Vijfde was verdreven, die was naar Engeland gevlucht. Hè. En met behulp van de Franse troepen onder Pichegru was toen in Nederland een progressieve regering aan het... een progressieve republiek was daar gesticht. Het was dus eigenlijk een republiek die geleid werd door rijke zakenlieden. Hè. Een liberalistische republiek. Die dus anti-monarchistisch waren, tegen het stadhoudershuis, tegen het Huis van Oranje. En nou, of een republiek van zakenlieden. Goed. Toen is de situatie veranderd. Want toen werd het eigenlijk wat anders dan wat die VOC gedaan had. Die had zich voor die tijd eigenlijk afzijdig gehouden van alles waar geen geld aan te verdienen was daar. Dus de macht van die inheemse vorsten daar, het was een zeer verdeeld, het eilandenrijk was zeer verdeeld. Hè, er waren tientallen, misschien wel honderden koninkrijkjes en sultanaten enzovoort. Voor zover ze ons niet in de weg zaten, dat wil zeggen onze handelsbelangen niet in de weg zaten, bemoeiden we ons daar niet mee. Hè. Maar toen kreeg je dus de ideeën van de Franse Revolutie en bovendien die rechten van die VOC die waren overgenomen door de Nederlandse staat. Dus een van de eerste mensen die daar naartoe gingen, dat was de gouverneur-generaal Daendels. Die was toen eigenlijk al van plan om er een, nou, je zou eens kunnen zeggen, een Nederlandse provincie van te maken, het echt te veroveren. Maar nu was de macht, tot dusver de macht van de Nederlanders in die archipel, die was zeer beperkt. Niet alleen, zoals ik zei, dat we ons dus niet bemoeiden met inheemse stadkundige toestanden. Maar bovendien, wij waren eigenlijk hoofdzakelijk gevestigd op Java. Hè? Daarna waren er nog enkele steunpunten op Sumatra. Dan waren er gedeelten op Celebes hè? En op Ambon. Hè? Maar de rest van die buitenbezittingen, zoals het in die tijd genoemd werden, dat was grotendeels terra incognita. Nou, Daendels is toen begonnen met de macht van de inheemse vorsten te beknotten. En een van de eerste waar hij mee in conflict kwam, dat was de sultan van Bantam. We hebben het bekende verhaal dat de sultan van Bantam was brutaal geweest. Daendels is daar met een troepenmacht naartoe gegaan. Die was zo groot dat die sultan onmiddellijk ingebonden heeft en zonder een schot te lossen heeft hij hem in zijn kasteel gelaten. En die sultan wou groots aanpakken en zat op zijn troon. En wilde Daendels de broederhand reiken. Daendels heeft die hand aangepakt, heeft de sultan van zijn troon getrokken, is er zelf op gaan zitten en heeft gezegd, nu ben ik sultan. Nou, dat zijn dus historische woorden die eigenlijk de grondslag vormen van wat toen in de 19e eeuw het Nederlandse regime daar zou worden. Niet dat Nederland gepoogd heeft om al die inheemse vorsten af te zetten, maar dat was natuurlijk een papieren kwestie. Ze werden ontdaan van hun soevereine rechten, maar ze bleven wel zitten waar ze zaten, maar ze kregen naast zich een Nederlandse ambtenaar. Hè. En die Nederlandse ambtenaar die was er natuurlijk ook, net als zijn voorgangers, op uit om de Nederlandse handelsbelangen veilig te stellen. Maar er kwam ook natuurlijk het idee dat wij daar aan die Aziatische toestanden wat moesten doen. Nu vergat ik nog erbij te vertellen dat na Daendels, zoals je weet is de Bataafse Republiek, is een koninkrijk geworden onder de broer van Napoleon, Louis Napoleon. Dat heeft 4 jaar geduurd. Toen vond Napoleon dat Louis Napoleon het niet goed deed.
die Louis Napoleon, dat moet er dus eigenlijk bijgezegd worden, was eigenlijk een hele brave man die, hoewel die, hij deed erg zijn best bijvoorbeeld om Nederlands te spreken, hè, en sprak dan, ik ben uw konijn. Hij wou dus zeggen, ik ben uw koning, maar hij legde de klemtoon verkeerd. Een bekend gevleugeld woord van hem. Maar dat meen je serieus. En wat Louis Napoleon in die paar jaar aan moderniseringen, die echt wel in het belang van het Nederlandse volk waren, heeft doorgevoerd, dat is fantastisch. Ja. Hij had een paleis op de Dam ook. Ja, het, wat nu nog steeds het paleis op de Dam is. Maar het is een idee van deze Louis Napoleon geweest om dat gebouw als paleis in te richten. Want dat paleis op de Dam, dat is in de 17e eeuw gebouwd als stadhuis van Amsterdam. En voor die tijd, die stadhouders, al die Oranjes, die woonden daar niet. Die woonden, ten eerste waren ze bijna nooit in Amsterdam. Ze zaten dus in Den Haag, op het Huis ten Bosch of bij Apeldoorn, op het Paleis het Loo. Maar als ze in Amsterdam waren, dan woonden ze in een gebouw dat daar op ouderzijds voor Beurval staat, waar nu het stadhuis nog steeds in is. Hè? Dat is de Prinsenhof. Maar niet in wat het paleis is. Dat heeft dus Louis Napoleon heeft dat bedacht, heeft het paleis laten verbouwen. Heeft het dus, dat was een typisch renaissance gebouw. Hè? En het interieur heeft hij helemaal laten bedekken met planken, waarop dus begin 19e eeuwse ampierstijl versieringen kwamen. Dat is dan, ik geloof in 1935, heeft de Nederlandse staat het er allemaal weer uitgesloopt en het weer in de oorspronkelijke toestand hersteld. Maar goed. Maar het voornaamste in het paleis was dit. Er was een bakstenen muur in opgetrokken. De ene helft was voor hem en de andere voor zijn vrouw. Want hij kon ontzettend slecht met die vrouw opschieten. Die vrouw was, zoals je weet, Hortense de Beauharnais. Het was de zuster, meen ik, van Josephine de Beauharnais van de Franse keizerin. Nou, die twee konden erg slecht opschieten. En zoals je weet is zogenaamd Louis Napoleon de vader van Napoleon III geweest. Maar de kwade toon zeggen dat Hortense de Beauharnais had een verhouding met de Nederlandse generaal Veruel. Dat die Nederlandse generaal Veruel eigenlijk de vader van Napoleon III is geweest. Dus ook een eigen inbreng. Een eigen inbreng, ja. Dus je ziet dus de Fransen die beseffen het niet. Dat ze nog eens een keer door een Nederlander als keizer zijn geregeerd. Nederland heeft heel wat gepresteerd. Hè, want we hebben dus ook een keer Engeland een koning bezorgd. En dus Frankrijk een keizer. Het is geweldig. Maar het is waarschijnlijk wel waar, want als je een portret van Napoleon III ziet, die heeft helemaal absoluut niets bonapartistisch over zich. Dit is echt, ik denk wel dat het waar is. Maar goed, dat zijn dus allemaal zijsprongen. Maar toen kwam dus de tijd dat Louis Napoleon afgezet werd door zijn broer en Nederland werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Toen zeiden de Engelsen, ja, maar nu maken wij ons meester van Indië of van het Oost-Indië. En daar werd dus, Daendels ging weg en die werd opgevolgd door Raffles. Raffles was dus de Engelse gouverneur-generaal die het naam van Engeland toen, ik meen tot 1812, 1813 ongeveer, heeft hij dat rijk bestuurd. En die heeft eigenlijk die meer of meer toch vooruitstrevende bestuurspolitiek, hè, dus een veel zwaardere inmenging van de Europese denkbeelden, het Europese regeringssysteem in de inlandse maatschappij heeft Raffles voortgezet. Toen Napoleon eenmaal verslagen was, toen hebben wij, merkwaardig genoeg, dat hele gebied teruggekregen. Dat wil zeggen bijna helemaal. Ceylon hebben we niet teruggekregen. En Maleisië, of Malakka heette het in die tijd niet meer, waar Singapore ligt, hebben we ook niet teruggekregen. Dat wil Engeland zelf hebben. Maar dat de rest heeft Raffles eigenlijk zelf opgebouwd, dat Singapore. Ja. En maar de Engelsen zagen in de rest van die eilanden, zo Sumatra, Java, Borneo en zo, daar zagen ze niks in. Ze dachten dat daar niks aan te verdienen was. Nou, toen heeft de Nederlandse koning Willem I, zeer geliefd, vooral bij de Belgen, maar hij was een buitengewoon energieke man. Dus een van de, je kunt zeggen wat je wil, maar dat was inderdaad een hele begaafde man. Dat was hij op het gebied van moderne ideeën, op het gebied van techniek, op het gebied van handel enzovoort. Dus die heeft gedacht, oké, Nederland was echt na die Napoleontische tijd helemaal uitgeplunderd, aan het eind van zijn krachten. Hè? Daar kwam toen nog bij, toen hebben we dus een schitterend, prachtig, groot Nederland gesticht. Maar ja, de Vlamingen die waren weer niet tevreden en zo. Dat
bracht ook nog 10 jaar oorlog met zich mee. Hè. Dat was dus allemaal uitputtend. Dus Nederland was werkelijk op apengapen. Nou, er moest dus geld verdiend worden. Dus wat is toen gebeurd? Toen zei men, nou, dat geld dat gaan we verdienen in Oost-Indië. En men heeft toen eigenlijk daar een zeer een bijzonder soort belasting ingevoerd. Dat was het cultuurstelsel. Het cultuurstelsel kwam dus hierop neer dat de bevolking bij wijze van belasting een bepaald deel van zijn grond moest bebouwen met producten die door het Nederlandse bestuur werden voorgeschreven. Dat waren dus producten die Nederland op de internationale markt verhandelen kon. Een onderbreking. Op dat moment bestond in Nederland zelf geen belastingstelsel, als ik me niet vergis. Geen belastingstelsel, ja, er bestond wel een belastingstelsel, maar inkomstenbelasting bestond er niet, maar er bestond geloof ik nergens ter wereld. Maar er waren belastingen op alle mogelijke producten, op alle mogelijke ondernemingen, ja zeker wel. Zeer zware belastingen zelfs. Maar goed, dat cultuurstelsel, dat kon eigenlijk alleen doorgevoerd worden, ook weer via die inlandse, zoals het toen heette, de inlandse hoofden. Hè, die oude vorsten of families van vorsten die daar nog zaten, maar die daar dus allemaal een Nederlandse ambtenaar naast zich hadden gekregen. Het hele systeem wordt heel duidelijk beschreven in Multatuli's Max Havelaar, hè, waar dus meteen ook de mankementen van het systeem aan het licht komen. En het kwam er dus op neer dat eigenlijk die inlandse vorsten, die werden, moesten natuurlijk, die waren eigenlijk een soort belastinggaarders, werden ze. Hè? En daar bleef het een en ander aan de maat en de strekstok hangen. En voor de Nederlandse ambtenaren, voor de Nederlandse regering, was de verleiding natuurlijk groot om dat door de vingers te zien. Zolang Nederland maar het voorgeschreven gedeelte van die opbrengsten kreeg, dan had het er niet onmiddellijk een belang bij, wel een humanitair belang, maar geen commercieel belang, om op te letten of die vorsten niet een deel daarvan, of meer van de bevolking vroegen dan voorgeschreven was, en het meerdere in hun eigen zak staken. Al die dingen die dus in het progressieve Nederlandse oog beschouwd konden worden als corruptie, als diefstal, die zagen er in Aziatische ogen anders uit. Want het is nu eenmaal zo dat zulke begrippen als democratie of gelijkheid van alle mensen, dat waren begrippen die daar van huis uit helemaal niet bestonden. En eigenlijk zelfs nu daar nog steeds geen wortel hebben geschoten. De Javaanse boer is ervan overtuigd dat zijn vorst of zijn regent dat een wezen van hogere soort is. Hè? En zijn voorouders en zijn voorvoorouders die hebben altijd het vanzelfsprekend beschouwd dat als de vorst wat hebben wou, dat hij dat kreeg gratis voor niks. Daar kreeg de Nederlandse bestuur dus mee te maken. Een van de eerste mensen die zich daar al mee bezighouden heeft geweest, dat is een zeker meneer Van Heuvel geweest. Maar die meneer Van Heuvel, ja, die schreef in een tijdschrift, dat heette het Tijdschrift voor Nederlands-Indië. Laten we zeggen, dat tijdschrift had misschien 300 abonnees. Hè. En maar een vlijtig lezer van dat tijdschrift was Eduard Douwersdekker, die zelf als assistent-resident zo'n functie had dat hij zo'n regent op de vingers moest kijken. En hij deed dat een beetje, ik denk ook wel onder invloed van die ideeën van meneer Van Heuvel, deed hij dat een beetje nauwlettender dan een heleboel van zijn collega's dat deden. Daar ontstond dus een bekend conflict over. Ja, hij moest ontslag nemen. Hij is toen Europa gaan zwerven en heeft toen Max Havelaar geschreven. En met dat boek Max Havelaar kwam eigenlijk het hele probleem onder het grote publiek. He? Maar ja, wat was het grote publiek in die tijd? Er waren in Nederland 4 miljoen mensen, waarvan misschien de helft nog analfabeet was. Dus het grote publiek, dat was eigenlijk ook al een soort beschaafd publiek. He? Maar in ieder geval een hoop mensen die zich verder nooit bij stil hadden gestaan, behalve als de rekening op tafel kwam, brengt dat Indië ons geld op, ja of nee? Het geld dat het opbracht, werd in Nederland geïnvesteerd, daar werden de Nederlandse spoorwegen en de Nederlandse kanalen van gebouwd. En dat heeft dus de
grondslag gelegd voor de, nou ja, eigenlijk wel voor het moderne Nederland. Hè. En het heeft ons ten eerste dus uit alle ellende gehaald die was achtergebleven na de Napoleontische tijd en na de dus geheten Belgische opstand. Hè. En bovendien heeft het dus de grondslag gelegd voor de industrialisatie van Nederland, voor alles wat Nederland dus tegen het eind van de 19e eeuw geworden was. Dan staat toch ook tegenover dat, ik heb het nu niet over op het menselijke gebied, maar dat een aantal agrarische innovaties door de Nederlanders zijn doorgevoerd op Java en op Sumatra. Ik geloof onder meer het uitbouwen van de koffieteelt. Ja, daar is, dat is natuurlijk, ik zei dus dat voor de 19e eeuw was het... was Nederland eigenlijk zeer afzijdig daar. Wat niet wegnam, dat wel enkele Nederlanders er zijn geweest die daar met een niet-commerciële belangstelling naartoe gingen, getroffen waren door de buitengewoon interessante natuur en die zijn gaan bestuderen. Maar dat alles ging natuurlijk in de 19e eeuw op een veel grotere schaal. Want er bleek dus dat aan die natuurstudie, laten zeggen, de bestudering van de geologie, maar ook de bestudering van de botanie, dat daar ook een groot praktisch nut aan verbonden was. Hè. Dankzij die studies kon Nederland daar cultures opzetten die ziektes bestrijden enzovoorts meer, wat dus van groot belang was. Een van de belangrijkste dingen die gedaan werden was in Noord-Sumatra het gaan verbouwen in Delhi van tabak. Hè. We hadden dus ontdekt dat de bodem daar, die voor een groot deel uit vulkanische as bestaat, dat die voor bepaalde tabakplanten buitengewoon gunstig was. En dat is dus, het eind vorige eeuw, begin van deze eeuw, was dat een zeer belangrijke bron van inkomsten. Die Delhi tabak, die was dus buitengewoon geschikt voor het dekblad van sigaren, van dure sigaren. Dat is één punt. Ten tweede, het geologisch onderzoek bracht natuurlijk allerlei delfstoffen aan het licht. Hè. En zo was voor de oorlog, trouwens is nu nog een belangrijke aardolieproducent, maar voor de oorlog was Nederlands-Indië een zeer belangrijke aardolieproducent. Hè. De belangrijkste producten waren eigenlijk aardolie en rubber. Hè. Ook die rubbercultures die werden geweldig uitgebreid en wetenschappelijk aangepakt. Voor die tijd was er ook wel rubber. Maar die rubber, ja, die werd in de bossen gewonnen. Gewoon door de bevolking die daar tussen allerlei andere bomen een rubberboom aantrof. Die werd aangetapt. En daarmee werd dan wel wat rubber gewonnen. Maar dat was meestal rubber van minderwaardige kwaliteit. Want rubber, dat sap uit die rubberboom, dat moet zeer zorgvuldig behandeld worden, anders gaat het gisten of schimmelen of iets dergelijks. En dan wordt dus de kwaliteit gaat direct achteruit. Dus dat werd allemaal wetenschappelijk aangepakt. Een ander ding dat zeer wetenschappelijk aangepakt werd, was de suikercultuur. Nederlands-Indië was voor de oorlog, na Cuba, de grootste suikerproducent. Daar is nu allemaal geen sprake meer van, boven suiker, versuipen in de suiker. Maar in die tijd was dat niet zo. Hè. Maar ja, dus op Oost-Java had je in Pasuruan, had je een groot suikerproefstation. En zodoende, nu kom ik dus wat van mijn persoonlijke denkbeelden over het land in mijn jeugd beïnvloeden. Er was dus in Nederlands-Indië was op wetenschappelijk gebied, hè, op het gebied van geologie, biologie, landbouwtechniek enzovoort, was voor jonge Nederlandse intellectuelen een heleboel te doen. Het was zeer aantrekkelijk. Hè. En nu wordt wel gezegd van ja, dit en ja, dat. Maar je hoorde nooit wat anders dan dat in het algemeen was de toestand daar rustig en vredig. Hè. Er werd gewerkt, er waren natuurlijk wel eens opstanden. Ja, die waren er wel eens. Maar we zeggen, de verschrikkelijke slagpartijen die de Engelsen zo nu en dan verplicht waren in Brits-Indië aan te richten. Hè. Zoiets als de Sepoy-opstand in Brits-Indië, waar nu nog over gepraat wordt, weet je toen. Brits-Indië is op grote schaal in opstand zijn gekomen omdat ze ossenvet moesten gebruiken in hun geweren. En je weet, koeien zijn heilig in India. Hè. Dus daar kwam een verschrikkelijke opstand uit voor met verschrikkelijke moordpartijen. Zoiets hebben we eigenlijk nooit gehad. Hè. We waren wel
Hier en daar werd wel gevochten. Met name de voornaamste oorlog die gevoerd werd in de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, dat is de Aceh-oorlog geweest. Aceh was een klein sultanaat, een klein islamitisch rijkje aan de noordkust van noordpunt van Sumatra. En wij hebben er inderdaad 40 jaar over gedaan om dat te veroveren. Hoe er eigenlijk in Nederland over gedacht wordt, dat kan ik misschien het beste toelichten met dit citaat. Dit is een citaat uit het boek Oostwaarts van Louis Couperus. En Couperus heeft dus in het begin van de 20e jaren van de 19e eeuw, van de 20e eeuw, hè, heeft hij een reis door het land gemaakt voor de Haagse Post. Schreef daar dus geregeld brieven over de Haagse Post. Nou, hij is begonnen in Sumatra en in die tijd, Sumatra was dus het belangrijke, een van de belangrijke producten van Sumatra, dat was rubber. Maar net in die tijd was er een malaise. Toen begon die rubbercrisis. Ja, één van de rubbercrisissen was het toen. Nou. Goed, malaise vooral voor ons rubbermensen, klagen de rubberplanters, weer estates hier in de omtrek tot stilstaan zijn gedoemd voor het ogenblik. Maar de jammerklank neemt niet weg dat de toerist, want wat ben ik anders dan een toerist, die schrijft voor misschien toekomstige toeristen, nog geen andere indruk gewaar wordt dan die van voorspoed en rijkdom en frisheid en jonge kracht. En dan een volgend citaat. Hij zegt, had ik een zoon die gezond was en jonge spieren had en wilde hij romancier worden in de Nederlandse lettergaarde, ik zou hem raden, beste kerel, probeer liever assistent te worden ergens op een onderneming in Delhi en laat je romans ongeschreven. Zo werd het dus over gedacht. En ja? Was er een bepaald idee van vertrouwdheid met dat Indonesië? Ik denk dat, althans in België, dat er altijd een soort afstandelijkheid is geweest tegenover het idee van het zwarte Afrika, het zwarte ras zelfs, en dat dat bij jullie minder een rol speelde. Dat speelde veel minder een rol en hoewel ik betrekkelijk weinig van Belgisch Congo en de geschiedenis van Belgisch Congo af weet, geloof ik dat ik het toch wel verklaren kwam. En het is dit dat Afrika en de bevolking van Afrika, speciaal in het gebied van de Congo, het is een zeer primitieve bevolking in vergelijking met de Indonesische bevolking. Hè. Het zijn zogenaamde schriftloze volkeren. Hè. Terwijl zo'n landje als Aceh, toen dat oorlog kreeg met Nederland, dat knoopte diplomatieke betrekkingen aan met Turkije. Hè. Want dat was een andere islamitische staat. Nou, er is geen sprake van dat ooit een Afrikaanse stam dat die een gezant naar het buitenland gestuurd heeft. Hè? Ik bedoel, dit was een land met een zekere beschaving, wel, laten we zeggen, ja, een paar honderd jaar achter bij Nederland, maar zoveel toch niet. Hè? Ze hadden vuurwapens, ze hadden schrift, ze waren zeer vroom islamitisch, hè? Er waren godsdienstscholen, hè? En bovendien, ze hadden een legertje. Dat legertje werd voor het gedeelte werd dat ook weer aangevoerd door overlopers uit het Nederlandse leger, begrijp je wel. Dus die daar bijvoorbeeld de kanonnen bedienen. Maar ik bedoel, dat wisten ze toch allemaal voor elkaar te krijgen. Hè? Terwijl als je zo'n verhaal leest, zoals onlangs heb ik een boek besproken hoe de Fransen Tjaad veroverd hebben. Nou ja, een gruwelijke slagpartij natuurlijk. Ja. Dat was in Nederland niet, dat was in Indonesië niet zo. En dan ten tweede dit. Doordat dat contact zo verschrikkelijk oud is. Wij zijn er dus ruim 350 jaar geweest. Hè? En ten tweede dat het zo'n verschrikkelijk groot gebied was en zo gevarieerd. Hè? Zo ontzettend veel culturele variaties had je daar. Hè? Maar speciaal zoiets als dat vorstendom in Aceh en die vorstendommen in Java, hè, dat waren dus mensen van een, ja, natuurlijk een technisch gezien een veel lagere beschaving dan de Europese beschaving, maar verder een hele grote geestelijke beschaving in de wijze van optreden. Hè. Ik mag misschien eventjes een boek met oude foto's uit die tijd bijhalen.
Vertel maar, en ik monteer het wel zo dat... Ja, nou kijk, als je deze foto's ziet, die zijn dus uit, uit de vorige eeuw, het begin van deze eeuw. Ja, ik bedoel, het ademt allemaal een kalme, aristocratische rust die je mist als je de verhalen hoort over de verovering van Afrika. Je ziet ook, dat was vooral in de vorige eeuw zo, dat Nederlanders daar, in tegenstelling tot Engelsen in Brits-Indië, de Nederlanders daar pasten zich vrij snel aan bij het land. Dat wil zeggen... ze leerden de taal. Ze leerden de taal en speciaal dus in het begin van de 19e eeuw waren er natuurlijk geen Nederlandse vrouwen, dus ze vermengden zich met de inheemse vrouwen, wat Engelsen niet deden. En ja, soms bleven die vermengingen dan beperkt tot wat je noemt een huwelijk over de puthaak, maar soms ook was het een echt huwelijk. En in elk geval, meestal bekommerden ze zich wel om hun kinderen. Dus je had een betrekkelijk grote gemengde groep van halfbloeden tussen Nederlanders en Indonesiërs. Waarvan een gedeelte eigenlijk net behandeld werden alsof ze zuiver Nederlandse kinderen waren. Die werden dus door hun vaders naar Nederland gestuurd om daar te studeren, daar op de universiteit te gaan enzovoorts meer. En ja, kijk, als je dit zo ziet, dit is dus een ratje toe van officieren. Je ziet dus, er zijn typisch Nederlandse koppen bij, maar dit zijn dus half Indonesiërs. Hè? En maar ik heb ook... de hele levensstijlen die je zo hier ziet. Kijk, hier zie je dus een groepje meisjes die een Franse cursusje hadden in 1892. Als je zo naar die hoofdjes kijkt, die hebben duidelijk Indonesisch bloed. Die is natuurlijk niet, die is blond. Die is weer heel donker en zo. En dat was iets, laat ik zeggen, Nederlanders kwamen daar en bijvoorbeeld hun vrouwen gingen zich ogenblikkelijk in sarong en kabaai kleden. Dat is daar de inheemse vrouwendracht. Maar dat was natuurlijk in Afrika niet mogelijk, dat laten we zeggen, de Europese vrouwen, dat die daarin een rokje van blaadjes gingen lopen. Hè. De kloof was natuurlijk ontzettend groot. En Afrika had altijd een slechte naam. Hè. Men sprak altijd over het donkere Afrika. He, ook al voordat de Europeanen er waren, waren de gruwelijkste verhalen deden altijd de ronde over Afrika. He. Afrika is altijd een land geweest dat uitgebuit werd, niet door de Arabieren. He. Het was een vindplaats van slaven en slavernij. En dat was Indonesië eigenlijk niet. Maar is ook niet dat... dat primitivisme van Afrika gedeeltelijk ook te wijten aan onder meer de Portugese invallen, dat de Portugezen in de 16e, 17e eeuw in Afrika allerlei bestaande culturen hebben vernietigd. Dat er toch bepaalde overblijfsels zijn van ambachten die verdwenen zijn na de Portugese invallen. Ja, dat geloof ik wel, maar ik geloof toch dat die... wat er een Afrikaanse cultuur was, dat toch te ver van de Europese cultuur afstond om enige weerstand te kunnen bieden. En dat was in Indonesië natuurlijk niet zo. Hè. De Nederlanders daar gingen daar wonen zonder problemen in huizen die door Indonesiërs gebouwd werden. Hè. Ook door andere Oosterlingen die er al waren, Chinezen bijvoorbeeld. Hè. Laten we zeggen, de kleine ambachtslieden in dat oude Nederlands-Indië waren voor een groot deel Chinezen. Laten we zeggen, de kleermakers, de smeden, timmerlieden enzovoort. Nederlanders waren eigenlijk in dat land gedeeltelijk waren het inderdaad onderdrukkers, maar gedeeltelijk ook gasten. Hè? Terwijl je het idee hebt dat Europeanen in Afrika, die daar echt als veroveraars kwamen, alles platwalsten. Hè? En hun gang gingen, die Afrikanen waren ook eigenlijk helemaal weerloos. Deze Indonesiërs waren niet helemaal weerloos, ze waren wel onderworpen. Hè? Maar ze waren niet weerloos, er was altijd een gevoel van Nederlanders, ook die er al lang woonden. Ik bedoel, ze dachten na over de ziel van de Indonesiërs. Hè? Die mensen waren wel heel beleefd en heel gehoorzaam. Zo, hè? Maar je had het gevoel,
Ze hebben hun binnengedachten over ons. Hè? En vandaag of morgen, je moest wel uitkijken, want vandaag of morgen was je op een onverklaarbare manier, was je dood of ziek of zo. Dat is die een van de onderliggende gedachten van de Stille Kracht. Zeer sterk, ja. Zeer sterk in dat boek. Maar ook eigenlijk ook al die Max Havelaar, niet waar? Want het idee bestaat steeds bij Max Havelaar dat zijn voorganger vermoord is. Hè? Maar in het algemeen was het natuurlijk een land, ja, toch. Ik bedoel, het is verbazingwekkend. Zo weinig Nederlanders als er waren in dat kolossale rijk. Hè? In 1942, toen de Japanners kwamen, toen hebben ze dus de Nederlanders geïnterneerd, in kampen gestopt. Dat waren in totaal 120.000 mensen. Mannen, vrouwen en kinderen. Het is haast niets. En heel veel Nederlanders woonden daar, laten we zeggen, met twee of drie. In een gebied van honderden vierkante kilometers, waar ze dus voorkomen door Indonesiërs omringd waren. Ja, en als ze geen gekke dingen deden, dan woonden ze daar volkomen veilig. Er was geen sprake van dat ze bang waren iedere dag vermoord te worden of zo. Dat gebeurde helemaal niet. Maar, Een andere onderliggende, althans het ligt er niet onder, het ligt er dik bovenop. Dat is in de Stille Kracht van Couperus dat men sterk de indruk krijgt van een kleine Nederlandse beschaving binnenin die kolonie. Dat is iets wat men ook zich niet kan voorstellen van de Belgische, Franse, Engelse groep kolonialisten die buiten hun vaderland woonden. Dat er een soort van de vrouwen organiseerde kleine toneelavondjes. Er werd hier een Franse cursus gevolgd en zo. Ja. Men voelde zich op een andere plaats toch in een bepaalde groep thuis. Dat gevoel bestond. Ja, en maar vooral in de 19e eeuw had je dus sterk dat Nederlanders er lang bleven. En daar dus steeds meer verindiesten. Hè? Maar daar heb je dus in, laten we zeggen, na de Eerste Wereldoorlog heb je een verandering gekregen. Toen werd ten eerste in Nederland de gedachte levend dat we die kolonie, zoals dat toen heette, tot zelfstandigheid moesten opvoeden. Hè? Dat we het een keer moesten loslaten. En ten tweede, een van de dingen die er dus gebeurde was dat we het in technisch opzicht zoveel mogelijk moesten ontwikkelen. En toen kreeg je dus dat het Nederlandse bedrijfsleven, dat werd toen zeer sterk uitgebouwd. Wat tot gevolg had dat er erg veel Nederlanders, nieuwe Nederlanders, naartoe gingen. En die gingen daar naartoe op contracten, zo voor, ik geloof, voor 3 of voor 6 jaar. En dan gingen ze naar Nederland terug of ze verlengden dat contract nog een keer. Maar die mensen, die verindiesten niet meer. Hè. De vrouwen wilden toen... Ten eerste gingen er veel meer Nederlandse vrouwen naartoe, dus die vermenging met Indonesische vrouwen die werd minder. Hè, dat ging nog wel klanders tien door natuurlijk, als bijzit of als huishoudster enzovoorts meer. Maar, en ten tweede, die vrouwen die, ja, allerlei moderne dingen werden ingevoerd. Laten we zeggen, iets wat heel belangrijk was in die tijd bijvoorbeeld, koelkasten, hè, elektrische koelkasten. Hè, dat stelde die Nederlanders dus in staat om een soort Nederlands leven daar te gaan leiden. Hè? Laten we zeggen, om verse melk te drinken, of melk uit de koelkast en boter en al die dingen. En dat bestond natuurlijk voor die tijd allemaal niet. Dus de Nederlanders die daar kwamen, die moesten Indonesisch eten of anders helemaal niet eten. Hè? De vrouwen gingen zich ook niet meer of veel minder in sarong en kabaai kleden. Hè? Want ze wilden de laatste Parijse mode volgen. En toen gingen ze dus meer en meer leven volgens het patroon wat de Engelsen eigenlijk al eerder ingevoerd hadden in Britie. Maar goed, ik denk toen een jaar of 14, 15 was, toen had ik eens in mijn hoofd, nou, ik ga geologie studeren. En dan, als ik afgestudeerd ben, dan ga ik naar Indië, zoals dat in die tijd heette. En als je ziet, ik heb daar een aantal albums liggen. Dat zijn dus albums met plaatjes die je in Nederland gratis kon krijgen. Die plaatjes die kwamen uit de chocola, uit de koffie, uit allerlei dingen. Hè? Maar dat waren dus albums gewijd aan Indië. Hè? Ja, hier, bijvoorbeeld dit is iets waar ik... waar ik dus in mijn prille jeugd over droomde. Dat is een album, dat heet dus cadeau van Kegs Theehandel. Hè?
dat is een handel in een Indonesisch of een Indisch product, in thee. Nou, je ziet het schitterend uitgevoerd met een kaart. En dat gaat over een reis naar Indië. Nou, ja, je zou toch wel een hart van steen moeten hebben. Als jongetje van 14 jaar zou je dit niet aan het dromen zetten. Nou, dan zie je de route, hoe je over land er naartoe kon gaan, hoe je over zee naartoe kon gaan. Vliegen was toen nog geen sprake van. En hier plaatjes, kijk het allemaal. Het begint in Amsterdam, de beurs in Amsterdam, spoorbaan met werf in Amsterdam, scheepvaarthuis Amsterdam. Hier, de schip de Johan de Wit bij de Hembrug. En kom steeds verder, hier zijn we in Napels, hier in Messina. Hier in Singapore. Nou, en dan hier het Waterloopplein in Weltevrede. En dit is Tanjung Priok. Tanjung Priok was de haven van wat toen Batavia heette en wat nu dat Jakarta heet. Maar, enfin, van dat hele, hier Batavia Oude Poort ook afgebroken. Van dat hele Batavia wat toen was, daar is eigenlijk niets van overgebleven. Het is volkomen weggevaagd. Ik wil zeggen, en dan had je dus, hier nog andere dingen. Dit is eigenlijk wel een vrij goede, exacte informatie. Maar er was een reclame van Drosten's Cacao en Chocoladefabriek, ook een handel in. Een Indisch product, ja. Plaatjes kreeg je dan. Plaatjes in kleuren. Ja, hier, over alle mogelijke dingen. Over de kunst, over de religie en van alles en nog. Wat stond er in een tamelijk bevattelijke. Hier, bevattelijke stijl stond dat erin. Je hebt heel wat chocola moeten eten om deze studies. Ja, nou ja, dat was dus het aangename met het nuttige verenigen. Bovendien, het werd dus bij alle kennis, vrienden en kennissen natuurlijk. Opgehaald. Die het, zo gaat het overal. Maar dan had je dus, behalve dat, had je in Amsterdam, wat er nu nog is, maar die heette dat dan Instituut voor de Tropen, maar toen heette dat het Koloniaal Instituut. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar het is een zeer groot instituut met een groot museum. En dat museum, daar was ik eigenlijk niet weg te slaan, want ik tijd had, ging ik daar naartoe. En er was dus alles te zien, de meest vreemde dingen waren te zien. Over klederdrachten, maar ook over de geologie, over de cultures. Eén ding wat ik nooit vergeten zal, dat is, ze hadden daar een van de meest vreemde dingen die ze hadden. Er waren meer vreemde dingen hoor. We hadden daar een kastje, een glazen kastje, ongeveer zo groot. En dat was in, ik geloof in 8 vakken verdeeld, een lang hoogkastje. In ieder van die vakken stond een geurige plant. Dus een plant die etherische oliën voortbracht, bijvoorbeeld citroenolie of iets dergelijks. De bovenkant van het kastje was gaas op, hè? Zodat je dus al die 8 geuren, je kon je neus daarop leggen, kon je dus al die 8 uitheemse geuren opsnuiven. Dan hadden ze grote kasten met stereofoto's en weet ik het allemaal meer. En op zondags werden daar concerten gegeven van gamelan orkesten, van krontjong muziek. Ja, je hebt eigenlijk in hoofdzaak 2 soorten muziek. Ja, de gamelan muziek is meer de inheemse muziek. De krontjong muziek is eigenlijk een mengsel van Europese en inheemse muziek. Hè. Het lijkt een beetje op Hawaïen muziek. Nou, dat soort dingen. Dat sprak voor mij vanzelf dat ik daar nou later mijn toekomst zou vinden. Lodewijk Stegman die loopt in een monoloog ook door dat instituut, ja, geloof ik. Ja, ja. Nou ja, dit is precies zoals het instituut was, of zoals het nu nog is. Maar nu is het dan gewijd aan de ontwikkelingshulp enzovoort. En ik denk al die tentoonstelling van al die Indonesische producten, klederdracht en kunst en zo, dat is natuurlijk allemaal waarschijnlijk verwijderd en vervangen door weet ik het, foto's van de Chileense opstandelingen en al mogelijke andere vervelende mensen. Waar we niks mee te maken hebben. Maar ja, met Indonesië hebben we eigenlijk ook niet veel mee te maken. Nee, na de Tweede Wereldoorlog komt plots dat wegvallen van Indonesië. Dat brengt toch een hele verandering teweeg in Nederland. Maar ook die Tweede Wereldoorlog zelf had al een grote tabula rasa gemaakt. Hè? Ja. Dat was bijna een orkaan wat losbrak, eigenlijk. Ja, het vervelende was dat, en dat was het dualistische van de zaak, dat die bezitting van ons daar, dat die veroverd werd door Japan. Nu had Japan de pretentie dat het Azië zou bevrijden van de Europese dwingelanden. Hè? Niet alleen van de Nederlanders, maar ook van de Fransen in Vietnam en van de Engelsen.
Maar wat wilde Japan in feite, en dat kregen de Indonesiërs ook al vrij gauw door, die wilden gewoon in de plaats treden van de Nederlanders. Dus zoals de Nederlanders dat land geëxploiteerd hadden, dat wilden de Japanners dat tot hun eigen heil of hun eigen voordeel gaan exploiteren. En toen dus Japan verslagen was, wisten een deel van de Indonesiërs niet precies wat ze nou moesten doen. Ze hadden wel het gevoel dat ze onder de Nederlanders nog beter af waren dan onder de Japanners. Maar aan de andere kant had Nederland, dat moet je niet vergeten, en trouwens alle Europeanen hadden op een geweldige manier hun gezicht verloren. Hè. In dat soort landen speciaal is prestige alles. Hè. En het feit dat in 1942 Japan eigenlijk op zijn slof erin in slaagde om zowel Amerika als Engeland, als Frankrijk, als Nederland op een verschrikkelijke manier daar te verslaan. Hè, en in enkele weken tijd dat hele gebied te veroveren. Ja, dat is. Maar dat is eigenlijk voor een heleboel Indonesiërs is dat een, ook psychisch een geweldige klap geweest. Het is iets wat alsof een klein jongetje ineens zijn vader in zijn onderbroek ziet staan, bij wijze van spreken. He, dat is echt een groot psychisch probleem. En door een heleboel mensen drong toen al door dat eigenlijk de tijd van dat hele kolonialisme afgelopen was. He. Maar dat drong niet door tot grote delen van de Nederlandse bevolking. In speciaal niet tot de katholieken en tot de protestanten. He. Maar zelfs bij de socialisten had men toch het idee van, ja, dat land moet wel zelfstandig worden, maar dan toch onder onze leiding en onder ons toezicht. Hè? En dat is in theorie natuurlijk wel gelijk in, want inderdaad de ellende die daarna voor de bevolking het gevolg is geweest, die is inderdaad verschrikkelijk geweest. Dat is voor heel veel mensen is dat doorzien. Hè? Ik zei je dus, tijdens het Nederlandse koloniale bewind was, ja, hier en daar werd wel eens geknokt, hier en daar was wel eens een opstand, hier en daar werden wel eens opstanden neergeslagen met vele slachtoffers. Maar het was niet te vergelijken, hè, met wat er gebeurde in die chaotische tijd en ook nog daarna, toen ze dus de soevereiniteit van Nederland overgedragen en werkelijk een zelfstandig land zijn geworden. Want dat is de ellende met al die koloniale gebieden. Dat Nederlands-Indië was, net als veel van die andere, ook Afrikaanse koloniën, het was een allegaartje van volkeren, van oorspronkelijk geweest, van landjes, van eilanden, van staatjes. Hè, die alleen doordat toevallig ze daar in dat verband zaten van dat Nederlandse koloniale bewind, een land waren, maar verder helemaal geografisch of etnologisch helemaal geen eenheid vormde. Hè? En dat is nog steeds overal de grote ellende. Dat wat je in Afrika krijgt, dat laten we zeggen een stam die eigenlijk een eenheid zou moeten vormen, dat die door een staatkundige grens in tweeën gesneden wordt. Toevallig omdat de ene helft vroeger een Belgische bezitting is geweest en de andere helft vroeger een Franse bezitting is geweest. Maar hetzelfde kreeg je in Nederland ook, in Nederlands-Indië ook. En Nederland probeerde, weliswaar ook natuurlijk met het oog om zelf een vinger in de pap te houden, afhankelijk dus daar te stichten de Verenigde Staten van Indonesië. Hè? Dus ze wilden zoiets maken dat een staat Java, een staat Sumatra, een staat, weet je, waar nu nog die Zuid-Molukkers over zeuren, hè? Een Zuid-Molukse staat, hè? Dat was dus Ambon, Seram en nog zo'n paar van die kleine eindjes. En zo nog het een en ander. Maar dat wilde Java niet. Java was verreweg het meest ontwikkelde eiland. En wat de Javanen wilden en wat ze nu ook doen, dat is gewoon gaan zitten op de zetels die door de Nederlanders verlaten werden. En nu krijg je dus eigenlijk dit, dat Java een soort koloniale mogendheid is geworden. Hè? Dat die andere landen exploiteert, speciaal Nieuw-Guinea en Timor, ze gaan daar tekeer. Onze voorouders die kijken gewoon op hun neus, die zouden het zo nog niet hebben durven aanpakken. Maar wat natuurlijk ontzettend stom is geweest van Nederland, maar het was niet te vermijden hoor, maar het land was helemaal niet rijp voor me. Je begrijpt het hele kolonialisme, dus dat was uit de tijd. Hè, dus we hebben dus nog twee keer een oorlog gevoerd, weet je, in 48, nou, die zogenaamde politionele acties, maar dat waren eigenlijk oorlogen. En
Nou ja, dat is dus een hoop ellende, geld en bloed weggooien voor niks geweest. Er moest een eind komen aan die overheersing, Nederlandse overheersing daar. Net als van de Franse overheersing, de Amerikaanse overheersing in de Filipijnen, kortom alles. Ja. Gesteld dat dat niet gebeurd was in die tijd, dan was het 10, 20 jaar later gebeurd. Laten we zeggen, Congo is wat later losgeraakt. Hè. Algerije. Hè. En tenslotte Portugal heeft ook het bijltje erbij neer moeten leggen. Maar wat jij vat in, ik heb altijd gelijk, dat is dat moment waarop dat samenkomt, dat ineenstorten van, laten we zeggen, burgerlijke moraal. En ook die burgerlijke moraal die toch maar doet alsof die hele toestand in Indonesië, dat die nooit een einde zal nemen, dat toch altijd maar zal verder gaan. En dat daartegen die mensen met die soldaten met hun desillusies terugkomen, met de waarheid. Nou, met de waarheid, maar kijk, Het is eigenlijk zo, als je in die tijd werd het standpunt dat Nederland, dat Indonesië niet zomaar aan zichzelf mocht overlaten, werd bijvoorbeeld zeer sterk vertegenwoordigd door Elsevier's Weekblad. He, dat was als het ware het bolwerk van het kolonialisme in Nederland. Maar in een heleboel opzichten had men gelijk. Men zei, ja, kijk, als Nederland weggaat daar, er wordt een chaos, er wordt een onderlinge moordpartij. Dat is uitgekomen, dat was zo. Maar er was nu eenmaal niets aan te doen. He? Maar een heleboel mensen in Nederland dachten nog steeds dat daar wat aan te doen was. Dat wij die zaak zouden kunnen in de hand houden of weet ik wat. He? En dan krijg je dus een vermenging van motieven, want dat was niet allemaal altruïsme natuurlijk. Dat was ook dat we er dan meer aan zouden kunnen verdienen. Dat zat er natuurlijk onder. He? Maar de geweldige misrekening was dat, bovendien het kon ook makkelijk, want het land, het Indonesië, was nog steeds in die tijd zo verdeeld dat toen op een bepaald ogenblik, terwijl Nederland toch een klein land is en de tweede verschrikkelijk verzwakt was door de Duitse bezetting, hè, we hebben daar een legertje naartoe gestuurd. Nou, binnen een week hadden we de zaak weer in de hand, maar toen zeiden de Amerikanen stop jullie eruit enzovoort. En toen moesten we dus onder Amerikaanse druk moesten we de zaak laten schieten. Hè. Maar de grote massa van dat Indonesische volk, ja, die wist niet goed waar ze aan toe waren apathisch, eigenlijk die onafhankelijkheidsgedachte, en die dan nog in alle mogelijke secties verdeeld, dat leefde bij, ja, onder het stedelijk proletariaat, onder een aantal door Nederland opgeleide intellectuelen, maar verder niet. Hè? Het was eigenlijk gevestigd op Java in Yogyakarta, waar Sukarno zich had teruggetrokken. Ja, nou, en op een bepaald ogenblik konden wij dus Yogyakarta nemen, hè, zonder slag of stoot, Sukarno gevangen nemen. Toen zeiden de Amerikanen, nee, pad, afgelopen. En toen moesten we dus onder Amerikaanse druk terug. Wat de Amerikanen eigenlijk bewogen heeft om ons daar zo dwars te zitten, dat is nog steeds heel duister. Maar de Amerikaanse publieke opinie, het was niet een kwestie van een aantal, laten we zeggen, Amerikaanse ondernemers die dachten, nou, als die Nederlanders daar weggaan, dan kruipen wij erin, dan kunnen wij er veel geld aan verdienen. Dat zat er natuurlijk ook bij. Hè? Maar inderdaad, want ik was in die tijd in Amerika, Nederland had in de publiek, de eenvoudige mensen op de straat hadden daarvan gehoord. En Nederland had een zeer slechte reputatie dat wij die arme Indonesiërs weer in slavernij wilden brengen en zo. Dat was inderdaad heel merkwaardig, want die Amerikanen, als ze anders waren opgetreden, dan was het misschien makkelijker voor ze geweest om het communisme daar tegen te houden in dat deel van de wereld. Maar daar dachten ze in die tijd toen helemaal niet aan. Ze dachten dat alleen in koude landen zat. Ja, ik weet het ook niet waar. Maar de hele wereldpolitiek is in dermate mengeling van waanzinnige ondernemingen, van slechte informatie, van verkeerde berekeningen. Bestond er in de politieke theorieën en in de politieke vleugels binnen Nederland, ik denk aan rechtse bewegingen zoals de NSB, wat in België overeenkwam met Dinazo en de Rexistische beweging, ook een uitgesproken theorie over het behoud van de koloniën? Oh ja, Mussert, dat is de leider van de Nationaal-Socialistische beweging in Nederland, heeft een tocht door, ik geloof in 1934 of 36, ik weet niet meer precies, een tocht naar in Nederlands-Indië gemaakt en heeft zelfs voor elkaar gekregen dat hij daar ontvangen werd, er is veel kritiek op geweest, door de gouverneur-generaal, niet minder.
En er werd ook gezegd, en het is ook waarschijnlijk waar, dat die NSB, dat die door bepaalde Indische ondernemers ook gefinancierd werd. Want die NSB was natuurlijk zeer... die was helemaal zo van ons Indië, hè, van onze kolonie. En was er een voorstander van zeer hardhandig optreden tegen inheemse nationalistische bewegingen daar. Er was er geen sprake van dat we ook maar een millimeter daarvan zouden loslaten. Wat men wilde was inderdaad dat land zoveel mogelijk aan ons binden. En waarschijnlijk, ik moet zeggen dat in die NSB eigenlijk de typisch Duitse ideeën van superieur ras enzovoort, dat die daar minder sterk in leefden. En die leefden tot op zekere hoogte wel onder Nederlanders die in Indonesië waren. Ze hadden wel het gevoel van wij zijn superieur, hè? Wij doen het beter enzovoort meer. Maar het was niet die verbitterde haat, laten we zeggen, over ondermensen of zo. Daar werd helemaal niet over gedacht. Maar ze werden beschouwd dus als kleine kinderen, hè, die van ons nog van alles moesten leren. Maar als ze dan van ons wat moesten leren, volgens de gedachten van Dennis B., dan moesten ze dat leren. Ja, maar niet om het voor hun eigen nut te gaan gebruiken. Ja, die waren daar. Het was een integrerend deel van het Nederlandse imperium. En het Nederlandse imperium was ook eigenlijk helemaal niet gering. Na de Eerste Wereldoorlog ging een beetje verandering in die constellatie. Maar tot de Eerste Wereldoorlog was Nederland eigenlijk op zeven landen, of zeven na, was het grootste land ter wereld. Het is een geweldig groot land. En natuurlijk door mensen als Van Severen, die... droomden van een hereniging, althans van Vlaanderen met Nederland, en dan dus van Severen met Mussert. Ja, ik weet niet precies hoe ze dat voorstelden, of dat een van de twee de andere zou vermoorden of zo. Maar die dachten natuurlijk, nou, dan krijgen we een geweldig belangrijk koloniaal land. Die hebben we niet alleen daar in Oost-Azië een geweldig stuk, maar ook in Afrika, in hartje Afrika, nog een geweldig gebied. Hè. Waarbij we dus inderdaad zeer belangrijke. Als je dat samentelt. Ja. Ik weet niet, ik geloof dat toen ook het voornaamste gebied van Congo was toch koper. Hè? Wat nog meer. Ja, dat is eigenlijk koper in Katanga. Ja, maar dat hoorde er toch bij. Maar wat was nog een ander belangrijk product? Tin is dat... Tin in Congo? Nee, nog niet. Nee, aardnoten of zo, of rubber? Dat is Zuid-Amerika. Nee. Rubberplantages, thee, koffie. Thee, koffie, ja. Ja, ja. Dat dus had je dus thee, koffie, koper. Hè. Maar Indonesië was een geweldig belangrijke tinproducent, Banka tin. Hè. Dus tin, olie, suiker, nou ja, goed, alles. Hè. Het was een grote supermarkt. Ja. Maar natuurlijk speelt het feit dat, wat je zegt, dat er minder misprijzen was voor het ras door de Nederlanders in Indonesië een grote rol ook in de reactie daarna. Ik had de indruk nu doorheen Indonesië dat er geen wrok bestaat, of althans niet dat de bevolking het toont. Is dat een overblijfsel van die gevoelens wegsteken, van iets onder een schild te hebben, zoals Couperus dat beschrijft? Of is dat nu inderdaad zo? Maar in Afrika wordt men dikwijls geconfronteerd met het feit, jullie zijn blanke en wij nemen hier nu onze wraak. Maar dat gevoel had ik niet in Indonesië. Nee, dat geloof ik ook, dat die wrokgevoelens helemaal niet bestaan. Of niet meer bestaan. Er is een jaar of 8 geleden, dat was net in de tijd dus dat Sukarno weg was en onder het regime van Suharto eigenlijk de vriendschapsbanden tussen Indonesië en Nederland weer werden aangeknoopt. Hè. Toen is in Nederland de VARA-televisie begonnen met het veel rugbaarheid geven aan gruwelen die tijdens die zogenaamde politionele acties door het Nederlandse leger daar verricht zijn. En dat zijn natuurlijk dus, ja, net als in iedere koloniale oorlog, zijn de dorpen platgebrand, mensen doodgeschoten zonder reden enzovoorts meer. Dat is allemaal waar. Nou, dus er was in Indonesië toen een oprechte verbazing. Dat men, waarom, ze begrepen er helemaal niets van, waarom in Nederland die zaken weer uit de hoek gehaald werden. Want je moet niet vergeten natuurlijk dat die Indonesiërs zelf, die waren ook niet makkelijk als,
toen Japan ineens stortte, toen hebben ze daar ook duizenden Nederlanders vermoord zonder aanleiding. Hè. Dus men was helemaal niet opgebrand om die... Een van de slachtoffers was een afstammeling van Multatuli. Een afstammeling, zijn pleegzoon, ja. Het was een afstammeling, ja. Maar dat is gewoon een van de duizenden mensen die daar zonder vorm van proces vermoord zijn. Het enige probleem, koloniale probleem, dat is blijven voortdobberen, dat is gekomen door die zogeheten Zuidmolukkers die dan, geloof ik, met de Nederlandse troepen mee hadden gevochten. Ja, tegen de Javanen. Ja, en kijk, die Zuid-Molukkers zijn al in een vrij vroeg stadium grotendeels tot het christendom bekeerd. Hè? En ze vervulden in het Nederlandse koloniale rijk een bepaalde rol. Ze waren meestal of soldaat in het Nederlandse leger, of ze waren ook lagere ambtenaar. Hè? Dus die Zuid-Molukkers die voelden zich in het algemeen, dat was een bevoorrechte inheemse groep onder het koloniale regime. Dus het was voor die Zuid-Molukkers het in elkaar storten van het Nederlandse gezag daar, het was een hele nare zaak. Hè. En bovendien waren ze natuurlijk bang voor represailles van de Javanen. Hè. Door de Javanen waren ze dus... beschouwd als handlangers van de onderdrukkers, als collaborateurs. Nou, met Justine geleden over praatte. Hè. Als dus de Nederlandse plannen waren doorgegaan, dat er dus niet was gekomen één republiek Indonesië, maar de Verenigde Staten van Indonesië, dan hadden die Zuid-Molukkers een tamelijk autonoom gebied gekregen. Nou, dat ging allemaal niet door, hè, want... De Nederlandse de soevereiniteit over Indonesië is in de tijd wel overgedragen aan een land dat uit verschillende autonome gebieden bestond. Maar daar heeft toen Sukarno ogenblikkelijk een eind aan gemaakt. Hè. Daar heeft een eenheidsrepubliek van gemaakt. En toen is onder die Zuid-Molukkers de legende eigenlijk ontstaan. Dat Nederland daar wat aan doen kon, hè, dat Nederland ze kon helpen, dat Nederland op zijn stuk moest blijven staan. Hè. Maar je begrijpt dat toen eenmaal die soevereiniteit was overgedragen, had Nederland daar helemaal aan het andere eind van de aardbol was geen sprake van, meer dat we daar nog maar één vinger in de pap hadden. En toen hebben die Zuid-Molukkers hebben zich laten bepraten om koppig te blijven. En te zeggen, nou, wij willen in dit land niet leven, wij willen alleen in ons eigen land leven, maar we willen alleen in ons eigen land leven op Ambon. Hè? Als dat een vrij Ambon is en onder een Ambon onder Javaans gezag of onder gezag van de Republiek Indonesië, willen wij niet leven. Hè? Wij zijn Nederlandse soldaten en in ons contract staat dat we gedemobiliseerd kunnen worden waar we willen. Hè? We willen niet op Ambon gedemobiliseerd worden. En toen hebben ze via enkele processen tegen de Nederlandse staat gevoerd. Die ze gewonnen hebben. Erg goeig toch weer. Toen Nederland inderdaad verplicht om een paar grote schepen er naartoe te sturen. En ze allemaal naar Nederland te slepen. Wat natuurlijk voor die mensen iets verschrikkelijks was. Want die mensen, hoewel verschrikkelijk, je moet rekenen. Er zijn in die tijd tienduizenden Nederlanders... Maar die waren dus Nederlander, ja, dat waren dus halve Nederlanders. Mensen die ook van Nederlands niets afwisten, die in de tropen geboren waren, hun hele leven in de tropen hadden gewoond. Maar die daar niet konden blijven, want die werden inderdaad door de Indonesiërs, door volbloed Indonesiërs, werden die gediscrimineerd. Hè? En die werden dus als Nederlanders beschouwd, die repatrieerden naar Nederland. Maar die mensen die hebben zich op een bewonderenswaardige manier aangepast. En als die Zuid-Molukkers dat gewild hadden, was dat ook wel gelukt. Maar dat wilden ze niet. Hè? Die zijn, in Nederland werden ze ten eerste, toen ze de pas kwamen, waren ze soldaten. Ze werden dus in legerkampen ondergebracht, waar ze dus met een kluitje op elkaar zaten. Hè? Toen had Nederland had al die buitenlandse soldaten niet nodig. Dus die werden ineens van de ene dag op de andere waren ze geen soldaat meer. Dat vonden ze een geweldige belediging. Hè? Want eerst waren ze wat, maar nu waren ze helemaal niks meer. Er waren een stel paupers die daar in kampen zaten en daar, gewoon zigeunerkampen.
Ja, en die mensen die zijn dus trouw gebleven aan die gedachte van die onafhankelijke, dat onafhankelijke Zuid-Molukse gebied. Ze hebben zich afgesloten tegen de Nederlandse, tegen de Nederlandse beschaving. Hun kinderen moesten wel gewoon in Nederland natuurlijk naar de lagere school, niet waar. Ze praten daar gebrekkig Nederlands, maar thuis praten ze gebrekkig Maleis. Want ze hebben al het contact met het levende Maleis hebben ze ook al verloren. Hè? Dus ze praten eigenlijk een ratje doen van talen. Ze wensen zich niet te handhaven in de Nederlandse maatschappij. Voor een groot deel tenminste niet. Of ongeveer voor de helft niet hoor. Ik geloof dat het langzaamaan brokkelt het toch wel af. Maar het is een grote narigheid. Ja. Het is iets waar geloof ik nog Nederland een oplossing voor heeft. Maar ook dat in het beleid van Indonesië door... Java zoals het nu gebeurt, dat daar het probleem zich niet stelt. Omdat het daar zo'n klein probleem is in die hele eilandengroep. Nou kijk, die gedachte aan een Zuid-Molukse republiek. Hè, ik geloof in 1964, toen hebben de Javanen Somukil, dat was de leider die daar was. En die hebben ze gevangen genomen en doodgeschoten. En daarmee was het eigenlijk afgelopen daar. Dat Ambon niet zo'n klein land. En bovendien zo straatarm. Er is niks te beleven. Een beetje visserij is daar. Verder niks. In de Nederlandse tijd was het dus dat die Ambonezen dat die uitzwerfden over het hele gebied. Hè, soldaat waren of ambtenaar of wat ook. Hè, en hun spaarcentje stuurden ze naar huis naar Ambon. En dat is nu afgelopen. Dus het is een straatarm eilandje. Een grote kalkrots is het geloof ik. Een paar huisjes op paaltjes en een beetje visserij. Verder is er niks te beleven. Een beetje peper of zo, maar niks. Dus die mensen die nog op Ambon wonen, die denken er helemaal niet meer over om een zelfstandige republiek te hebben. Zou helemaal geen middelen van bestaan hebben. Maar al die stomme jongens die daar bij ons in Drenthe zitten, die weten dat niet. Maar die leven voor bloed en bodem leven die. Dat zijn nou echt de fascisten. In jouw werk in de woeste wandeling komt ook dat probleem van die mensen die uit Indonesië terugkomen en die geconfronteerd worden met de woningnood in Nederland komt dat ook voor. Dat was toch dat hele beeld van het ineenstorten van een rijk, dat zit toch heel sterk als achtergrond in veel van jouw werk. Ja, maar dat het zit al heel sterk in de achtergrond van, laten we zeggen, van de hele Nederlandse geschiedenis, te zien van 1940 tot 1960. Men heeft het nog nagesudderd. Ik weet niet meer precies wanneer we in Nieuw-Guinea zijn we tenslotte dan ook nog kwijtgeraakt, zoals je weet, pas veel later. Er kwam dus weer een hele vloedgolf van teleurgestelde mensen uit die streken in Nederland. Maar toen wonder boven wonder heb je dus een geweldige industriële opleving in Nederland gekregen. Hè, waardoor al die mensen inderdaad aan het werk gesteld konden worden en hun brood behoorlijk konden verdienen. Maar hoe lang dat nog door zal gaan, ik weet het niet. Er wordt nu al gepraat dat het aardgas opraakt in Nederland. Als dat inderdaad, maar aan het eind van deze eeuw zal het opraken. Wat er dan moet gebeuren met zo'n klein land met een bevolking van tegen die tijd toch zeker wel 16 miljoen... Dat mag de hemel weten. Het is merkwaardig dat de Europese landen, niet alleen Nederland, maar ook Engeland, dat die soms weer merkwaardig geluk hebben gehad. Eigenlijk Engeland lijkt geloof ik nog zwaarder onder het verlies van zijn koloniën dan Nederland. Engeland was nog in nog sterkere mate een typisch koloniale mogendheid. In Engeland werd nooit hard gewerkt. Hè. Engelsen zijn luilakken. Dus toen ze die koloniën nog hadden, De beetje onrustige jongetjes die werden naar India gestuurd of naar Afrika om daar weer geld te verdienen. En de rest bleef rustig achter en zat daar in keurige landhuizen. Mooi te leven, rozen kweken en zo. Dat was in Engeland nog veel sterker dan in Nederland. En daar is Engeland ook inderdaad echt bijna verpauperd na de oorlog. Dat heeft zich niet zo gauw vertoond, maar zeker na de Suezcrisis. De Suezcrisis, dat is echt de laatste... Dat was het laatste schot. Hè? Voor Frankrijk trouwens eigenlijk ook. Hè? Maar toen was het eindelijk tot het Engels wel doorgedrongen dat het afgelopen was. Maar ja, wat gebeurt? Hè?
Ze boren gaatjes in de Noordzee en het ziet er naar uit dat Engeland een tweede Kuwait wordt. Maar dat eerder, dat is dan op het gebied van het aardgas in Nederland een paar jaar eerder gebeurd. Het is echt wonderbaarlijk, een soort wonderbaarlijke redding. Wonderbaarlijk is het natuurlijk niet, het komt door het geweldig hoge technische peil dat die landen hebben, dat ze zich hebben weten te redden, ondanks de verschrikkelijke ellende van het verliezen van die grote gebiedsdelen, dat ze zich toch weer... Want eigenlijk is Nederland gemiddeld nu welvarender dan het ooit onder die in de tijd was geweest, dat het een koloniale mogendheid was. Ja, dat wou ik nog even graag zeggen. De invloed, ik praat natuurlijk niet over de Nederlandse invloed op Indonesië, maar de invloed van wat dit voor de Nederlandse cultuur heeft betekend om dit bezit te hebben, is ook niet gering. Eigenlijk, die Nederlanders die daar geweest waren, die werden daar geconfronteerd met een heel andere wereld dan de nogal benauwde wereld van Nederland zelf. Hè? Want een heel klein landje waar je allemaal dicht op elkaar zit, die werden daar in een geweldig groot, vreemd land geplaatst. Wat dan voor de meeste mensen natuurlijk, die gewone burgermensen zijn, voornamelijk grote financiële en commerciële voordelen bood. Maar voor de kleine minderheid die meer cultureel was ingesteld, bood dat ook enorme mogelijkheden. Wat belangrijk is in de Nederlandse literatuur bijvoorbeeld, is voor een groot deel te danken aan Indonesië. Dat heb je Multatuli, Couperus, de tachtigers, Lodewijk van Dijssel was toen de belangrijkste criticus. Die vond zo om zich 1890 dat er eigenlijk maar twee belangrijke Nederlandse romanciers waren. Dat waren dus Maurits en Couperus, allebei Indische romanciers. Je hebt dan heb je Duperron. Duperron, ik vind die niet bepaald een groot auteur, maar ik bedoel, zo'n boek als Het Land van Herkomst is toch een erg interessant boek. Om te zien hoe de jeugd van een Nederlands jongetje in dat land verliep. Het is heel wat anders dan... Het valt helemaal buiten het kader van de gewone Nederlandse benauwde Calvinistische realisme. Je hebt nog meer belangrijke auteurs. Bijvoorbeeld Beb Fuik, het laatste huis in de wereld. Dat is ook een heel interessant boek. Ik wil niet zeggen dat het een grootste roman is, maar ik bedoel, dat ademt een atmosfeer die je in het gewone, petiterige Nederlandse milieu niet aantreft. Dus zowel van behuizing als van natuur, als ook mentaal, was het kennismaking met een groot land? Ja, ik heb het helaas nog niet genoemd, maar ik kan het nog noemen. Junghoen. Junghoen is een van de belangrijkste 19e eeuwse Nederlandse geleerden die zich daar met de geologie onder andere hebben bezig gehouden. Er bestaat een bloemlezing van Junghoen, uit Junghoen, die ik even zal tevoorschijn halen. En die... De beschrijvingen hier van de natuur op Java, zoals het dus ruim 100 jaar geleden was, daar is nu absoluut niets meer van over. Want het moet ook gezegd worden, het land wordt nu op het ogenblik helemaal leeggeplunderd door voornamelijk Japanse entrepreneurs. De bossen worden zonder mededogen gekapt en zo. Het hele land wordt uitgeplunderd. Voor de rubber en palmolie? Nee, daarvoor moet je de bomen laten staan, maar gewoon voor het hout, de jatibossen en zo. Hè. En trouwens, alles, er wordt een verschrikkelijke roofbouw gepleegd. En bovendien, de overbevolking is zo verschrikkelijk geworden. Er is niets van over. Maar als je dit dus bij Junghoen leest, en Junghoen schreef ook goed, hè. Dit is een prachtige natuurbeschrijving in die tijd. Een andere belangrijke man in die tijd, de vorige eeuw, was Van der Tuuk. Van der Tuuk was een man die... door een bijbelgenootschap naar Sumatra getrokken was, gestuurd was, om de mensen daar tot het christendom te bekeren, hè, de Bataks. Maar Van der Tuuk was eigenlijk al niet zo erg vroom, hè, was meer vrijdenkerachtig. En Van der Tuuk is helemaal gegrepen door de cultuur van die mensen daar en dat gaan bestuderen heeft een... De Bataks taal bestudeert. En Van der Tuuk heeft ook het Toba-meer ontdekt, wat jij gezien hebt.
Maar de eerste zendeling daar, Nesse, dat was een Duitser, die is prompt opgegeten geworden, want toen waren ze nog kannibaal. Ja. Ja, wellicht, ja. Bovendien een Duitser, dat smaakt lekker. Ik kan daar geen traan om storten, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, we waren trouwens betrekkelijk veel Duitsers. De jonghoen was van origine ook een Duitser. Maar ik zou je nog even willen vragen terug te gaan naar wat je zei over Couperus, Duperron en die andere koloniale schrijvers. Dus ja. Behalve Multatuli, de keuze van Van Dijssel, dat was Maurits en Couperus. Ja. Maurits. Maurits was een Nederlander die op Java woonde en daar hij was eigenlijk journalist, hè? Maar in zijn vrije tijd schreef hij dan, om zijn krant vol te krijgen, schreef hij een feuilleton. Dus nadat hij overdag de krant had gemaakt, schreef hij s'avonds aus einem Guss een feuilleton. Ik ben er zelf helaas niet zo heel erg dol op, maar je moet zeggen, het is niet erg mooi geschreven natuurlijk, want het ging haasje repje. Maar het is toch wat, het zijn hele levendige boeken, als je dat vergelijkt met heel veel voorkomen saaie en vervelende proza werken die wel met de beste bedoelingen gemaakt zijn, maar door mensen die eigenlijk niks te vertellen hadden. Hè, het bruist van leven. En dat geldt ook zelfs voor meer kitschige boeken, zoals bijvoorbeeld, wat nu een beetje vergeten is, maar voor oorlog geweldig succes, had je die boeken van mevrouw Tjekeli Lulofs, Rubber en zo. Nou, dat werd over de hele wereld gelezen. Couperus zelf, die sla je hoger aan dan Maurits? Ja. Ja, ik sla Couperus wel wat hoger aan dan Maurits, ja. De Stille Kracht, dat is volgens jou toch een boek dat het verder had moeten brengen in de wereld ook dan wat het... Ja, ik weet niet, Couperus was een man... hij was eigenlijk nogal bescheiden. Couperus... Hij was aan de ene kant erg pretentieus, wat zijn taalgebruik betreft was hij erg pretentieus, hè, aanstellerig. Hè. Zo van, Nederlands is eigenlijk een taal die niet goed genoeg voor me is, ik moest eigenlijk in het Frans kunnen schrijven, ik kan geen Frans schrijven, maar ik schrijf dus maar Nederlands met een soort Franse grammatica, hè. Dat vind ik onuitstaanbaar, maar goed. Maar aan de andere kant, wat ze meer literaire bedoeling betreft, was die zeer bescheiden. Ik schrijf om het publiek te amuseren. Hè. Waardoor die boeken iets, inderdaad toch een klein beetje salonlectuur zijn geworden. Hè, amusementlectuur. Maar toch wel, je moet alles in zijn verhoudingen zien. Hè. En zo'n boek is De Stille Kracht... Geeft het eigenlijk wel weer wat op een bepaald ogenblik dus de omstandigheden waren. Hè? Van de Nederlandse bestuursambtenaar die geplaatst wordt over die toch zeer gesettelde Aziatische beschaving. Hè? Maar waar die toch in wezen geen toegang toe heeft. Hè? Je moet voorstellen, als zo'n Nederlandse bestuursambtenaar idealistisch was, dan kon die alleen maar idealistisch zijn op een Europese manier. He, dat wil dus zeggen recht voor allen. He? Gelijke monniken, gelijke kappen. He? Dat zijn eigenlijk zo de fundamenten van de West-Europese ethiek. He? Je mag niet laten we zeggen, belasting heffen en de helft in je zak steken en de andere helft afdragen. He? Maar dat vonden dus die Indonesische ambtenaren en die regenten vonden dat heel gewoon. Dus die Stille Kracht is dus ook een verhaal. Hoe een Nederlands bestuursambtenaar in conflict raakt met zo'n inheemse vorst tussen aanhalingstekens. Het was geen echte vorst meer, maar hij stamde toch af van vorsten en deed nog net of het iets wel was. En dan, dat is ook heel mooi getroffen. Het wordt dus helemaal geen gewelddadige confrontatie. Maar die Nederlandse bestuursambtenaar die wordt dus betoverd. Hè? Dat is natuurlijk, ja, het is waar dat... Dat veel mensen, veel Nederlanders die in dat land lang woonden, dat die inderdaad echt door het land opgeslorpt werden mentaal en aan toverij gingen geloven. Hè. Maar het kan ook geen toverij geweest zijn. Het kan natuurlijk gewoon zijn dat hij de huisbedienden had omgekocht om daar de spiegelstuk te gooien enzovoort. Ik wou iets zeggen over... Want iets over de verveling die mensen toch ook hadden daar. En jij wou iets zeggen over theosofie. Ik zou hier even willen aanstippen dat Couperus toch niet altijd een idyllisch beeld geeft van het leven daar.
vooral als hij de heldin van het boek het begin van het regenseizoen laat beschrijven. Dus die ontzaglijke verveling, ja. Dat onophoudelijke regenen, dat ook een scherm rond van isolatie rond die mensen hun leven trok. Ja, maar het is natuurlijk zo, de meerderheid van die mensen waren ja, hele gewone burgerlijke mensen die daar waren om geld te verdienen, om hun werk te doen. Die mensen hadden, speciaal hun vrouwen, vrouwen hadden daar weinig te doen, want iedereen had geweldige stoete personeel. Dus ze hoefden alleen eigenlijk het personeel maar te zeggen wat er allemaal gebeuren moest en gebeuren. Dus heel anders dan de gewone Hollandse huisvrouw die ontzettend veel zelf deed. En ook nog steeds doet natuurlijk. Maar dus die vrouwen verveelden zich en die gingen dan dromen over hoe het boeven beter het in Europa was. Hè? En de verlangen naar de verloftijd, wat die dan steeds gepaard ging met een bezoek aan Monaco als ze veel geld te verspelen hadden. En in elk geval ging men naar Parijs om naar de opera te gaan en zo. En al dat soort vermaak, dat had je daar natuurlijk niet. Maar die mensen die, laten we zeggen, een beetje minder, een beetje ruimere kijk op die dingen hadden. Mensen die belangstelling hadden voor de natuur, voor het volk enzovoort. Ja, die wilden soms helemaal niet meer weg. Iemand als Van der Tuuk, die is, waar ik het juist over had, die ontdekker van het Toba-meer, die is als zonderling op Bali gestorven. Hij is naar een ziekenhuis in Surabaya gebracht. Maar het laatste van zijn leven woonde hij in Bali, in een hutje, waar hij helemaal vervuild tussen grote stapels boeken en manuscripten zat. Hè. Als er iemand kwam en dat beviel hem niet, dan riep hij gewoon, ik ben niet thuis. Hè. Die man die liep daar gewoon in een broek en verder niks, liep hij daar rond. En die was daar op zijn manier toch geweldig gelukkig. Hè. Want dat is natuurlijk een geweldig, fantastisch land. En het is ook wat met natuur, die Jonghoen is ook daar gestorven, die is daar begraven. Maar ja, voor de gewone man, het soort mensen dat je dus bij in de romans van Couperus en ook van Daum aantreft. Ja, er waren er natuurlijk bij, die gingen daar naartoe om zo gauw een hoop geld te verdienen. En dan, hup, naar Nederland. Groot huis kopen in Wassenaar. Hè, of desnoods alleen maar met verlof gaan en plezier maken in Parijs of naar Haag of wat ook. Maar in het algemeen, dat wil ik ook nog zeggen, die mensen die ik dus in mijn prille jeugd ontmoette, die daar geweest waren, dus familieleden, kennissen enzovoorts meer. Ja, die hadden iets over zich wat gewone Nederlanders niet over zich hadden. Een bepaald soort royaliteit, wat ten eerste natuurlijk veroorzaakt werd doordat ze daar veel geld verdienden en dus makkelijker over geld beschikten. Dat benauwende, benauwde wat Hollanders dikwijls hebben, dat hadden ze niet. En ze waren dus gastvrij, wat behalve dat doordat ze meer geld hadden, veroorzaakt werd. Doordat je moet voorstellen, die kleine Nederlandse gemeenschap in dat enorme vreemde land daar. Die mensen waren geweldig op elkaar aangewezen. Hè? Ik bedoel, bij iemand gaan logeren of zo, bij de een land, Nederlander bij de ander, dat was nooit een probleem. Er was altijd een logeerkamer klaar. Hè? Ze bleven weken bij elkaar logeren, dat sprak vanzelf. Hè? Ze waren zozeer op elkaar aangewezen, ook om elkaar te helpen. En die mentaliteit, dit hadden ze dus als ze in Nederland terugkwamen, hadden ze dat ook nog een beetje. Hè? Dikwijls kregen ze ook na laten we zeggen, een jaartje in Nederland, kregen ze alweer heimwee naar Indië, want daartussen die gewone koude, saaie Hollanders, dat hielden ze al niet meer uit. Hè? Dat was geen leven meer voor die mensen. Dat waren dus als ze dan oud werden, dan gingen ze toch naar Nederland terug, want dat was toch het meest gebruikelijke. Het gebeurde maar zelden dat iemand daar bleef. Het was natuurlijk ook op hygiënisch gebied erg moeilijk in die tijd. De medische wetenschap was nog niet zo ver gevorderd. Een heleboel van die mensen, het was zo'n, ja, ik geloof op zijn 40ste, 45ste jaar werden ze al gepensioneerd. En dat moest ook wel. Want er werden gezet de tropen zo zwaar om daar te leven. Maar dat zat hem natuurlijk niet in het klimaat, maar dat zat hem in de ziektes die toen niet goed onder de duim gehouden werden. Zo. Dus die mensen hadden kwalen, leverkwalen, waarschijnlijk ook wel geslachtsziekten enzovoort. Ja. Dus dan kwamen ze dus in Nederland om een oude dag te slijten en daar te sterven. Dat werd dan genoemd in, zo iemand een klimaatschieter. Waarom ze een klimaatschieter heden, weet ik niet. Maar dat was een typisch iemand die dan zijn spaarcenten in Holland zat op te maken in een villa in Wassenaar of op de Veluwe of zo.
Toen ik die vraag stelde over die heldin van Couperus en je sprak over de vrouwen van de mensen, van de ambtenaren die daar woonden, wou je toen misschien ook zeggen dat deze heldin van Couperus een soort uitzondering is, dat zij een romanpersonage is? Nou, helemaal een romanpersonage is het natuurlijk niet, maar het is een vrouw die... Die meer verbeelding had dan de andere vrouwen die er zaten. Niet alleen dus verbeelding, problemen. Maar ook... vooral ook seksuele problemen, niet waar? Een bepaalde seksuele onverzadigbaarheid heeft ze. En dat kwam daar natuurlijk ook wel voor. In die tijd werd dat dan het warme klimaat geweten. Hè? Het zal waarschijnlijk voornamelijk van de verveling gekomen zijn. Ik weet het niet. En ook natuurlijk doordat het leven er toch iets had wat het in Nederland niet had. De Nederlandse mannen zijn in het algemeen, in die tijd waren toch erg braaf. Hè? Maar daar in Indië, je hoefde maar zo te doen of je kon met de baboe naar bed gaan natuurlijk, dat begrijp je. Hè? En speciaal die mannen, de meeste Nederlanders, die kwamen daar als jongetje van 20, 21 jaar, waren dan niet getrouwd en hadden een huishoudster of een paar huishoudsters hè, waar ze het mee hielden, zoals dat. Hè? Je brengt op het tapijt de kwestie van de homoseksualiteit van Couperus, maar ja, dat was daar... In dat Indië natuurlijk ook een andere kwestie dan in Holland of in Europa, want... Men leefde daar dus te midden van een maatschappij waar daar niet zo... Zwaar aan getild werd. Nee, die islamitische maatschappij. Een van de dingen die de Nederlanders met gruwel vervulden toen ze die oorlog met Atje voerden, dat was dat daar officiële dansjongetjes waren. Jongetjes van een jaar of 10 die als meisje verkleed dansjes uitvoerden en waarschijnlijk dan voor andere dingen gebruikt werden. Huh? En dat, het is zelfs nu nog zo dat je in Jakarta komt, s'avonds laat heb je hele straten, trouwens heb je hier in wat Boulogne ook, maar in Jakarta hele straten met travestieten staan daar. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar die staan daar gewoon, dat zijn dus als meid verklede jongens. Dat is vrij gewoon. Maar maar dat heeft geen... invloed gehad op de moraal van de Nederlanders, nog daar, nog hier. Homoseksualiteit of seksuele tolerantie is daar niet van voortgekomen. En ook Couperus, geloof ik, heeft er niet over geschreven. Niet, maar ik bedoel, die dingen, dus, er gebeurde daar. Homoseksualiteit waarschijnlijk en omgang met maîtresses, met dienstpersoneel en zo. Dat ging daar natuurlijk makkelijker dan in Nederland. Maar daar werd natuurlijk wel erg veel over geroddeld. Ja, de mensen hadden niks anders. Speciaal de vrouwen, die hadden dikwijls helemaal niks anders te doen dan kletsen, kletsen, kletsen. Het was een kleine gemeenschap en iedereen wist alles van iedereen. Maar het is niet zo dat... Gelogen of waar, dat kwam er niet op aan. Het is niet zo dat Couperus, zoals Proust zou doen, verhalen over mannen transponeerde... op heteroseksuele relaties of zo. Ja, dat deed hij eigenlijk ook wel. Ja, zeker, ja. Ik wou terugkomen op die... het idee van de stille kracht een scenario te maken. Hoe zie je dan de hoofdscènes, de krachtlijnen van dat boek? De krachtlijnen van het boek? Als film. Als film. Ja, het is lang geleden dat ik me daarmee bezig gehouden heb, maar als ik zo Alain Provis daar wat over zeggen moet. Het is een vrij simpel verhaal. Het gaat dus over een resident, dus een redelijk hoge Nederlandse ambtenaar, die dus zo uitdrukkelijk toezicht moest houden op zo'n inheems hoofd. Het inheems hoofd heeft familieleden die... ook voor Indonesische begrippen zwaar zondigen, onder andere veel drinken, hè, wat de islamieten eigenlijk helemaal niet mogen, gokken, hè, daarbij geld gebruikt dat hem niet toekomt, wat belasting knoeien met belastingcenten enzovoorts meer. Hij wil die man verwijderen, hij wil hem straffen en verwijderen, maar hij gaat daarbij, dat is dus de visie van Couperus, wat te rechtlijnig te werk. Hè? En wat te onbuigzaam. Hè? Onder andere
gebeurt er dit. Het is een hele ontroerende scène in het boek. De hele oude moeder van die Indonesische vorst valt hem te voet. Wat natuurlijk voor die vrouw een geweldige vernedering is. Hè? Om genade te vragen voor haar zoon. Nou, en hij had toen natuurlijk een of ander gebaar moeten maken als het een tactvolle man was geweest. Maar ja, hij stelde zich op het standpunt, de wet is de wet. Hè? Waarmee hij dus dan natuurlijk de familie van die regent ontzettend beledigd en... dat kun je je voorstellen, de oude stammoeder is de grote heer te voet gevallen en nog gebeurt er niks. Nog houdt die voet bij stuk en zegt die zoon van jou die moet eruit. Nou, dan begint dus die familie tegen hem zogenaamd te toveren. Dat wil zeggen, op de onverklaarbare wijze vallen de spiegels in zijn huis vallen aan gruis. Zijn vrouw, waar het een en ander op aan te merken is, die wordt in het bad bespuugd met sirih. Je weet, de Indonesiërs die kauwen sirih. Het is een bepaald blad waardoor je dus een vuurrood, bloedrood speeksel krijgt. En die vrouw wordt daarmee bespuugd. Zogenaamd dus door geesten, maar waarschijnlijk door omgekocht huispersoneel en zo. Ja. En met al die dingen, die man houdt voet bij stuk, stuurt zijn familie weg, blijft eenzaam als een rots in de branding. Koppig en dapper blijft hij daar zitten, maar trekt toch tenslotte natuurlijk aan het kortste eind. En Coupeers heeft het heel mooi uitgebeeld, speciaal aan het slot van het boek. Als die man dan al weg is en ergens anders is gewonen, maar toch zoveel van het land houdt, zoveel mee vergroeid is, dat hij niet naar Nederland terug wil. Dat kan hij ook niet meer aarden. En dan beschrijft hij, als de laatste pagina van het boek, hoe er een grote vlucht kalongs, dat zijn een soort hele grote vleermuizen, overkomt. En die kalongs, die komen uit het meer van Lelel. Dat is een meer in de Preanger. Een van de allermooiste stukken van Java. En nu is het eigenaardige dat... ik had dat gelezen in het boek. En ik ben toen naar Lelel gegaan. En naar dat eiland waar die bomen staan, waar die kalongs in staan. Er zat geen één kalong meer in. Hè? Dus ik dacht, nou, dat is zeker in de moderne tijd... ook al uitgeroeid, die beesten of zoiets. Maar nu is het vreemde dat ik in dat boek Oostwaarts, dat is geloof ik uit 1923 stamt, Coupeers is in die tijd ook weer eens een bedevaart gemaakt naar dat Lelel, naar dat meer van Lelel. En toen waren er ook al geen kalongs meer door een of andere oorzaak. Die waren weggefilmd. Jij wou iets zeggen over theosofie. Had Coupeers met theosofie te maken of waar je een bredere band liggen tussen? Nou, ik geloof niet dat Coupeers speciaal met theosofie had te maken. Maar Coupeers was wel, zoals dus erg veel Nederlanders die daar lang gewoond hadden, een zekere, wat voor Europese begrippen dan, bijgelovigheid verkregen. Het was niet alleen de theologie was daar erg, theosofie was er zeer populair. Maar vooral ook het spiritisme. Hè? En waarzeggen en zo, er waren oude Indische dames die je de toekomst konden voorspellen. En al die dingen meer. Dat kom je trouwens in het boek van het land van herkomst van Duperron ook tegen die oude, die moeder van hem, die ook helemaal volkomen verindiest is. Die gelooft aan voortekenen en aan spoken en aan tovermiddelen. Het zijn zo'n obat, dat zijn hele machtige geneesmiddelen. Nu nog in Indonesië heb je een geweldige handel, speciaal in Chinese medicijnen. Hè. Chinese apothekers, maar dat zijn dus apothekers die fijn gemalen neushoorns verkopen, die goed zijn voor de potentie en alle mogelijke tovermiddelen. Daar zit Indonesië nog vol van die kleine verkopers van niet alleen ginseng, maar alles wat mogelijk is. Ja. Nou, en daar werden dus de Nederlanders toch door aangetast. Die theosofie die komt wel meer voor in de Nederlandse kunst. Mondriaan bijvoorbeeld was een theosoof. Terwijl dat in de Belgische literatuur meer werd in verband gebracht met verwaterde versies van alchemie of occulte bezigheden of zoiets. Maar in Nederland was het dichter bij het echte geloof. Ja, maar ook in Engeland. De Engelsen hadden eigenlijk hetzelfde in Brits-Indië, dat ze dus
ook door, ja, door die uitheemse godsdienst op de een of andere manier toch aangeraakt werden. Hè? En het was natuurlijk niet, niet zo dat. Nou, het gebeurde wel een heel enkele keer hoor, dat een Nederlander bijvoorbeeld tot de islam overging, of dat van Engelsman tot het boeddhisme. Hè? Maar die theosofie staat erg, erg dicht bij het boeddhisme. Hè? Het is eigenlijk een verwesterse vorm van boeddhisme. En dat was natuurlijk makkelijker dan echt boeddhist te worden of hindoeïst of zoiets te worden. Wat is de typisch Indonesische achtergrond, of hoe zou je die kunnen isoleren in het werk van Duperron? Ja, dat is wel een typisch Indonesische achtergrond. Ja, dat kun je niet samenvatten in een paar woorden. Daarvoor zou je dus inderdaad het land van herkomst moeten lezen. Hè? Maar er was bij hem, speciaal zijn moeder was dus sterk Indonesisch georiënteerd. Hè? Trouwens, zijn vader had geloof ik ook wel enig Indonesisch bloed, maar die moeder nog wel wat meer. En die moeder die moeder eigenlijk helemaal geen Nederlands bloed had. Die kwam geloof ik, haar moeder kwam weer van Réunion. Hè? Die kwam dus eigenlijk uit de Franse kolonie. Maar die moeder die praatte dat typische Indonesische Nederlands met een heel merkwaardig accent en een speciale woordkeuze en zo. En was, bijgelovig en bovendien een erg tyrannieke vrouw. Maar Duperron, als enig kind, werd hij dus verschrikkelijk door die vrouw verwend. Was dus aan de ene kant verschrikkelijk aan haar gebonden. En aan de andere kant natuurlijk in voortdurend verzet tegen haar. En toen hij zo'n jaar of 20 was, zijn die mensen uit Indonesië vertrokken. En hebben dan in Gistu, ten zuidoosten van Brussel is dat. Hè, hebben ze dan een heel groot huis gekocht. Waar nu dan een notaris woont, of zeg ik wat kort vonden naar een notaris. Dat wordt in de Nederlandse literatuur in het algemeen wordt het aangeduid als het kasteel van Duperron. Nou, kasteel is een beetje te wijds uitdrukking voor. Het is een laat 19e eeuws heel groot landhuis. Waarom die mensen daar zijn gaan wonen en speciaal daar, dat is me totaal onbekend. Hè? Maar ze woonden daar dus ook, ja, zoals ze in Indonesië hadden gewoond, op een groot huis met een hele grote tuin eromheen. Hè? En een portiergebouw, een garage en zo, personeel. Hè? Want ze keken niet op een paar centen, ze hebben het van een of andere, de vorige eigenaar was een of andere baron. Toen hebben ze het gekocht, toen zijn ze een jaar op reis gegaan, hebben ze aan die baron opdracht gegeven hoe het huis verbouwd moest worden. Ze hebben er heel veel aan laten verbouwen. Die man heeft ze toen ontzettend bedrogen en dat heeft ze dus ook nog veel geld gekost. En ze zijn dan gewoond met die zoon. En die zoon is daar een verhouding begonnen met een dienstmeisje. Dat was dus, ja, gewoon zoals het in Indonesië ook ging. Maar alleen, dit was natuurlijk een Belgische dienstmeisje, Simone. En dan maakte hij daar een kind bij. Ze moesten er natuurlijk wel trouwen. Hè, want het was niet helemaal in Indonesië. Ze heeft wel mee getrouwd, maar het huwelijk was zeer slecht. Maar hij is kort daarna weer van die vrouw gescheiden, van de meisje gescheiden. Maar die moeder van Duperron, en dat is natuurlijk erg on-Nederlands, die heeft toen die dochter, of die schoondochter, die voormalige schoon, met het kind in huis gehouden. Hè? Ja, dat beschouwden ze gewoon als behorende tot de clan. Hè? Dat zou dus een echte Nederlandse vrouw zou dat niet gedaan hebben. Maar het streven van Duperron zelf was om zich, hij zegt zichzelf als een cosmopoliet die niet gebonden was aan een land en zo, maar toch tegelijkertijd werd hij daardoor aangetrokken. Is dat een soort identificatie tussen zijn moeder en dat vaderland van Indonesië? Oh, zonder enige twijfel. Hè? Maar ook natuurlijk, kijk, Duperron, hij is later teruggegaan naar Indonesië en heeft zich daar toen vooral gestoten aan de, laten we zeggen, de gewone Hollander die in Indonesië zat. Dat waren mensen die nooit romans lazen. Hè, of die lazen, ja, flauwekul lazen ze. Net als de meeste mensen flauwekul lezen. Maar laten we zeggen, Malro lazen ze niet. Gide lazen ze ook niet. Hè. Dus hij voelde zich dus nogal verlaten tussen die mensen. Weliswaar heeft hij daar toen hij eenmaal op Java terug was, vrij snel contact gelegd met allerlei andere intellectuelen. Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Indonesiërs. Indonesiërs. Intellectuelen, die door hem sterk beïnvloed zijn geweest. Mensen die ook een belangrijke rol gespeeld hebben in de begintijd van die Republiek Indonesië. Hè. Dus iemand als Syahrir en zo, en verschillende andere mensen.
die waren zeer sterk, zeer gesteld op Duperron en zeer... Ja, hij was trad als een soort guru voor die mensen op. Waarbij je niet kunt zeggen dat Duperron een man was van Indonesië, los van Holland, door dik en dun, helemaal niet. Want hij zag wel in welke andere kanten daaraan zaten. En zo'n losmaking van Indonesië, van Holland, dat aan de ene kant onvermijdelijk was, maar dat het aan de andere kant voor het land dus met verschrikkelijke beroering gepaard zou gaan. Wat ook wat ook waar is. Dat tijdschrift dat, waarin hij zat en dat hem gedeeltelijk tegenwerkte, dat forum waarin men hem altijd vroeg om zijn uitdrukkingen te matigen, dat ervaarde jij als een belangrijk tijdschrift. Dat was een van de grote Nederlandse tijdschriften van voor. Dat was wat. Mijn personele opvatting. Nee, maar het duo Ter Braak Duperron, dat betekende heel wat. Ja, maar dat betekent in verband met Indonesië betekent dat veel minder. Ik bedoel, Ter Braak was helemaal er nooit geweest. Hè? En eigenlijk met Duperrons activiteiten in dat blad. Ja, die zijn meer een reflectie van zijn behoefte om een Europeaan te worden. Hè? Hij voelde zich als jongetje dat uit dat eigenlijk dus maar in literair opzicht half beschaafde Indonesië kwam. Hè? Ik bedoel, hij schrijft altijd zeer geringschattend over de leestrommel. Hè? Die Europeanen daar, er was geen televisie, er was geen radio, maar het amusement dat ze hadden, dat was, als je zag, spelletjes doen, samen toneelstukjes opvoeren, Frans cursusje. Maar ze hadden ze ook de leestrommel. Wat was die leestrommel? Het was een blikken trommel tegen de insecten en de mieren. Waarin dus bibliotheekboeken en tijdschriften rouleerden. Hè? Maar dat waren meestal dus natuurlijk vulgaire bladen. Begrijp je? La Vie Parisienne en Het Leven en Panorama. En dan de boeken van Alexandre Dumas en Victor Hugo. Hè? Maar niet het modernste. Dus hij had het gevoel toen hij dan in Europa kwam dat hij het een en ander had in te halen. En wierp zich dus hier in het artistieke leven in Parijs en luisterde aandachtig naar wat André Malraux en André Gide te vertellen hadden. Dus er bestond wel degelijk een invloed van die mensen op de... Tijdens de oorlog en naoorlogse generatie. Ja, tijdens de oorlog, Duperron en Ter Braak zijn allebei aan het begin van de oorlog doodgegaan. Hè. Maar op de generatie die daarop volgde, was de invloed was zeer belangrijk. Hè. En je kunt zeggen, een heleboel van die mensen zijn journalist geworden. En in de journalistiek heeft die invloed van Duperron en Ter Braak lang doorgewerkt. Ja. Op zo'n boek als Het Land van Herkomst heb je een hevige kritiek geschreven. Maar het feit zelf dat je dat gedaan hebt, was toch ook een teken van waardering dat je dat boek met zoveel securesse ging analyseren. Zeker. Ik bedoel, het is een van de meest leesbare boeken die in de Nederlandse literatuur bestaan. Dat wil zeggen fragmentarisch. Hè? Vooral dus die in Indië spelende gedeelten. Zijn zeer interessant, maar je moet niet beweren wat in die tijd beweerd werd. Ja, dit was nou de roman, de moderne roman, want het heeft weinig van een roman. Het heeft meer iets van een zeer goede journalistieke autobiografie. Hè? Maar het is daarom geen roman, omdat je eigenlijk over de toestanden kom je meer te weten dan over de hoofdpersoon zelf. De hoofdpersoon zelf is niet groot genoeg om die roman te kunnen dragen. En dan vind ik, die roman valt eigenlijk in twee delen uiteen, niet waar, in delen die in Parijs spelen en delen die in Indonesië spelen. En die Parijse delen, ja, die vind ik eigenlijk enorm provinciaal. Hè? Hij keek natuurlijk wat begrijpelijk is, maar daarmee word je nog geen groot schrijver door tegen Monroe vreselijk op te kijken. Hè? En het beeld van Monroe in dat boek, ja, dat is... Voor wij die langs allerlei andere wegen veel meer over Monroe weten, is het eigenlijk belachelijk. Ik denk dat het ook de reden is geweest dat Monroe, die nog wel eens naderhand met waardering over Duperron gepraat heeft, dat hij toch
nooit bevorderd heeft dat het land van herkomst in Frankrijk zou verschijnen. Want ik denk dat de mensen heel erg hard zouden lachen als ze dan het portret van Mauro tegenkomen bij Dupron. Dupron was natuurlijk ook, hij was aan de ene kant wel, hij was wel een alerte man en iemand die niet gauw, die wel met zijn ogen open liet. Maar hij was natuurlijk ten opzichte van zo'n buitenlandse beroemdheid als Mauro, die van alles durfde, ging knokken in Spanje zogenaamd. Ik bedoel, het element komedie in Mauro, dat werd door Dupron helemaal niet doorzien. Maar hij keek natuurlijk geweldig tegen hem op. Hij keek dus naar die vent achter de vorm, maar dat soort oratorisch decor van Mauro had hij misschien niet door. Dat had hij niet door. En dat had hij bij allerlei andere Nederlandse schrijvers, die ook zo van dikhout zag met planken konden losbarsten, had hij dat wel door. Hè? En dat maakt de hele zaak natuurlijk een beetje onevenredig. Ik bedoel, laten we zeggen, hij had het ethische pathos van iemand als Dirk Koster had hij wel door. Hè? Dat was Nederland, dat was vertrouwd. Maar het hanige, Gallische pathos van Mauro, dat was hij volkomen weerloos tegen. Mag ik jou vragen om nog iets te zeggen over die andere schrijvers die je had vernoemd? Beb Fuik? Beb Fuik. Nou, Beb Fuik is een... Een door en door Indonesische vrouw, ik geloof dat ze half Nederlands, half Indonesisch is. Maar die inderdaad veel langer, geloof ik nog, dan Dupron in het land gewoond heeft. En die heeft ook, meen ik, na de oorlog geprobeerd om Indonesische te worden. Heeft ook de Indonesische nationaliteit verkregen. Maar kon toch in die republiek niet aarden en is hem toch weer naar Nederland gegaan. Maar ja, wat ik er verder over zeg, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een tijd geleden dat ik die boeken gelezen heb. Het zijn ook geen bijzonder boeiende boeken, maar het zijn wel boeiende boeken als je je voor het land interesseert. Het is wel, ik heb wel een aantal Nederlanders ontmoet in Indonesië die daar zijn gebleven, zelfs die van naam veranderd zijn. Ja. En ik heb bij allemaal een enorme ontmoediging geconstateerd tegenover die vroegere idealen die zij projecteerden in die derde wereld, in die ontwikkeling van dat land en zo. Ja, het is de ontmoediging, hoe die te verklaren. Misschien dit, dat je, kijk, Nederland is er 350 jaar geweest. Nou, de intensiteit waarmee we daar geweest zijn is natuurlijk wisselend geweest enzovoorts meer. Maar speciaal die laatste jaren, laten we zeggen de jaren zo, nou van 1900 tot 1940, hè, 1942, toen stortte het in elkaar. Toen hadden toch de meest welwillende Nederlanders hadden het gevoel dat onze cultuur, nou ja, dus de West-Europese cultuur, hè, dat die voor die mensen wat zou kunnen gaan betekenen wat betreft de maatschappelijke organisatie. Wat betreft billijke manieren van een land te regeren, afkeer van corruptie enzovoorts meer. En dat is natuurlijk een grote teleurstelling geworden. Je hebt het gevoel, nu is het afgelopen, maar het is en blijft een typisch Aziatisch land. Met normen die, vertelde je bij een vorig gesprek dat we hierover hadden, dat inderdaad bijvoorbeeld het Nederlandse wetboeken, die zijn gewoon letterlijk in het Indonesisch vertaald en die zijn daar nog geldig. Hè? Maar ondanks dat is het toch een typisch Aziatisch land gebleven. En dat is natuurlijk erg teleurstellend. Maar de toepassing van het burgerlijk wetboek op de politiek en het gebrek aan corruptie in onze eigen landen is ook niet zo groot gebleken in die afgelopen 20 jaar. Ja, ik weet het niet. Ik woon nu niet in Nederland, maar in Frankrijk. Frankrijk staat in de ogen van, laten we zeggen, Nederlanders, maar ook van Engelsen. Hè, is een typisch corrupt land. Ik geloof ook dat hier een enorme corruptie is. Hè. Maar ja, het heeft grenzen. Hè. Ik bedoel, als je niet in het land bent en je leest in de krant erover stakingen, dit en dat en dat, dan denk je, het is een chaos enzovoorts meer. Ja. Maar als je erin zit, dan merk je, ja, die stakingen, ja, wat stelt dat nou eigenlijk voor? De ene autobus rijdt wel en de andere niet. Ja. De straten blijven schoon, nu en dan ligt een grote hoop vuil, maar het wordt dan toch weer opgeruimd. Maar in die landen, in die voormalige koloniale landen, daar heb je het gevoel dat de corruptie werkelijk
Zit in Europa een beetje aan de buitenkant. Hè? Maar de kern is op de een of andere manier toch nog gezond. De treinen blijven rijden, de lift blijft functioneren, er komt water uit de kraan. Maar in die landen heb je het gevoel dat alles in elkaar stort. Heb je dat gevoel niet? Terwijl ik het doortrok, had ik wel het gevoel om van de ene chaos naar de andere te trekken. Dat wel, ja. Ja, maar ook wat de verhalen die je me verteld hebt over Congo. Hè? Ik bedoel, je bent je leven eigenlijk niet meer zeker. Hier is het ook gevaarlijk op straat, maar ik bedoel, het is niet zo. Ik bedoel, in die landen is het geloof ik zo, als je op straat overrompeld wordt, je rent bloedend naar de politie. Dan zal die politieagent, op straat hebben ze je portefeuille gepikt en die politieagent. Die zal je broek en je overhemd pikken, slaat je dood en gooit je achter in de tuin. Hè? Wim, ik wou een paar vragen stellen, toch over die vulkanen. Omdat ik zelf een paar dingen wil zeggen over Indonesië, plaatsen waar ik dus ben langsgekomen en waar een aantal vulkanen staan. Ik wou even inpikken op wat jij daar straks vertelde, het vinden van stookolie in de Noordzee en dat uitschakelen van aardgas in Nederland, dat mogelijke uitputten van de reserves aan aardgas. De hoop op een verwarming door geothermische systemen, is dat redelijk of is dat maar een opflakkerende hoop geweest? Dat weet ik niet, dat kan ik niet precies zeggen, maar daar is een... met geothermische systemen zijn proeven genomen waarvan sommige zeer geslaagd zijn. Maar of het in de toekomst of het op grote schaal kan worden toegepast, dat kan ik echt niet zeggen. Maar je weet het nooit. Kijk, toen ik een jongetje was, in de tijd dat ik toen 15 jaar was of zo, toen ik voor geologie ging interesseren. Nou, toen... dacht je ook wel eens, ja, waarom is er in Nederland geen olie? Hè? Nou, dat was heel eenvoudig. Ik geloof dat men is zich voor de Nederlandse bodemschatten gaan interesseren, ook aan het eind van de 19e eeuw natuurlijk. En toen werd daar een dienst gesticht, die heette de Rijksopsporingsdienst van Delfstoffen. En die ging overal in het land boringen verrichten. Uit die tijd dateren ook de Nederlandse kolenmijnen, die in mijn jeugd nog geweldig belangrijk waren, en niet meer. En die boringen, ja, die gingen op zijn hoogst tot zoiets van 1000 meter. En ergens in de buurt van Winterswijk werd er dan met een glimlachje bij verteld. Daar hadden ze dus een boring gemaakt van 1000 meter diep of nog iets dieper. En er waren een paar druppels olie waren daarboven gekomen. Maar nee, olie, dat was niks voor ons. Maar sinds die boortechniek, die is zo geweldig verbeterd. Maar men kan nu tot 3000 meter diep boren. Maar dat waren allemaal dingen waar 40 jaar geleden niet over gepeinst werd. En zo, hetzelfde geldt voor dat aardgas in de Noordzee, dat heeft men kunnen vinden dankzij de ontwikkeling van de zogenaamde geofysische opsporingsmethode, die zo'n jaar of 40 geleden ook nog maar in de kinderschoenen stonden. Maar het is niet zo dat er een duidelijk alternatief op dit ogenblik zou zijn tussen... gesteld dat aardgas en zo uitgeput raken, dat dus er een duidelijke keuze zou kunnen zijn tussen nucleaire systemen en bijvoorbeeld een meer natuurlijke uitbuiting van geothermische warmte. Nou, geothermische warmte heeft waarschijnlijk het nadeel ten opzichte van aardgas of olie dat je het niet exporteren kunt. Het aardgas van Nederland, dat is ook zo belangrijk omdat we het exporteren. Maar hoe je geothermische warmte zou moeten exporteren, dat weet ik niet. En iets als nucleaire energie, ja, dat is op de import van uranium aangewezen. Dus dat kan ons dan misschien het vege lijf nog redden. Maar dan zou het toch met heel veel, al die welvarende dingen die Nederland heeft, geweldige toelagen voor dit en voor dat, zelfs de zaak Molukkers, waar we het zo even over hadden, die worden gesubsidieerd, nietwaar? Om de mensen nu wat beter voor te lichten, mogen ze op kosten van het ministerie van CRM groepsreisjes naar Indonesië maken. Stel je eens voor. Dat soort grappen, dat zou allemaal niet meer kunnen.
Als je een mooi boek schrijft in Nederland, is het nog moeilijk, maar dan kun je ook wel een subsidie krijgen. Maar om een reisje in Indonesië eruit te halen, dat is moeilijk. Maar als je de trein overrompelt en je schiet de machinist dood, dan krijg je van de regering een reisje in Indonesië aangeboden. Wat is het belangrijkste voordeel voor de vruchtbaarheid van de grond van een vulkanische ondergrond? Die vulkanische as, niet altijd, maar voor een groot deel, in Indonesië onder andere, is van basaltische oorsprong. Het is dus een vrij basische, zijn ze zeer fijn verdeelde basische mineralen. En onder invloed van het vochtige en hete klimaat verweert dat zeer snel, waardoor er dus makkelijk voedingsstoffen voor planten uit vrijkomen, waardoor die gronden zeer vruchtbaar zijn. Dat is het. Heeft dat volgens jou enige invloed gehad op de godsdiensten van volkeren als zij dan in de nabijheid van vulkanen woonden? Is dat ooit bestudeerd geworden? Dat is wel bestudeerd geworden, maar niet door mij. Sorry. Maar in ieder geval één ding weet ik wel. De enige vulkaan in Indonesië die ik ooit beklommen heb, dat is de Bromo. Die Bromo die ligt in Oost-Java. Dat is een kegel. Dit is eigenlijk een kolossale vulkaan waarin een zogenaamde caldera is. Dat is dus een zeer wijde, kilometers wijde krater waar niks in gebeurt, maar waarin dan weer twee nieuwe kegels zijn opgerezen. En een van die kegels, de Bromo, die werkt nog steeds. Die werkt eigenlijk voortdurend door. De ene keer wat feller dan de andere, maar er komt altijd rook uit. En een van de mooiste dingen die je op Oost-Java kunt doen, dat is in de nacht met een jeep daar naartoe rijden. Tot een bepaald punt, daar moet je dus in het donker overstappen op kleine paardjes. En daarmee rijd je die caldera in, de Dasar heet die, of Zandzee. En als je daar dan ga je naar de Bromo. Die Bromo die is een vrij kleine kegel, daar kun je tegenop klauteren. Als je dan boven op de rand staat, en de gidsen die mikken het zo uit, dat net als je boven bent, dat de zon opkomt. Dat is fantastisch. Maar ja, die Bromo dan, die is inderdaad een voorwerp van verering. Ik meen, één keer per jaar gaat er dus de bevolking in processie daar naartoe en wordt er een geit in die Bromo geworpen om te offeren aan de geest van die vulkaan. En zo zijn er ongetwijfeld talloze of andere voorbeelden van vulkanen die vereerd worden, maar ik ben er niet zo mee op de hoogte. Wim, in jouw stuk over je beklimming van de Etna in het eerste deel van het sadistische universum, schrijf je iets over de grote kracht van vuur. Je maakt de vergelijking van die geweldige verzengende hitte, die kracht van het vuur. Die interesse voor vulkanen, heeft dat niet iets te maken met jouw, wat zou ik zeggen, wereldvisie of zo? Ik zie het zo'n beetje bij elkaar dat een vulkaan, dat is iets wat altijd onder de grond zit, een soort dreiging en ook iets heel gewelddadigs. En dat ook meteen in staat is om die hele wereld of alle beschouwingen van de kaart te vegen. Ja, kijk, een van de meest aangrijpende dichtregels van een Nederlandse dichter vind ik deze van Hendrik de Vries. Wie brand wil stichten, hoeft maar te graven. Onder de aarde schuilt altijd vuur. En dat wordt door vulkanen gedemonstreerd. Maar het is inderdaad een erg merkwaardige ervaring. Als je in een vulkanisch gebied komt dat de grond leeft, hè, dat de grond trilt. Het heeft iets van, alle mensen worden onwillekeurig opgevoed in het idee, of krijgen het idee, de aarde is eigenlijk van ons. Hè? Dat heb je zelfs in een nogal tamelijk door de natuur bedreigd land als Nederland. Hè? Weliswaar ben je eigenlijk volkomen machteloos als de dijk doorbreekt en het halve land onder water stroomt. Maar zo denken we er eigenlijk niet over. Ja, die dijk doorbreken, ja, dan hadden we beter moeten opletten. Hè? En kom vooruit, wij pakken de spade en we maken die dijk weer dicht en we pompen de boel weer droog en dan zitten we er weer.
En dus de zee, heb je het gevoel, ik weet ongeveer waar ik aan toe ben. De zee kan gebruikt worden. Je kunt zelfs met de zee spelen, je kunt gaan pootje baden, je gaat in het strand liggen, je kan erin zwemmen, je kan erop varen. Het is allemaal niet ongevaarlijk, maar het gaat toch. Maar zelfs als je een betrekkelijk eenvoudig vulkanisch verschijnsel te maken hebt. Hè. Bijvoorbeeld in Italië, de Solfatare van Pozzuoli. Hè. Je komt daar ook in een grote uitgedoofde krater, met een zandige bodem, waar een paar gaten in zijn. En daar zit zwarte modder in. En die zwarte modder, in een bepaald ogenblik, poef, komt er een grote bel. Poef. En dat gaat zo door. Hè. Dat is, het is op de een of andere manier is dat eigenlijk de menselijke nietigheid, dat de mens eigenlijk niet meer is dan een andere mier of een andere wurm, dat kun je nergens zo ervaren als in een vulkanisch gebied. Ook die beklimming van de Etna. Ten eerste kom je, de vegetatie wordt minder, dat is logisch dat je tegen de berg opklimt. Hè. Het licht wordt anders, wordt feller. De lucht wordt dunner, je kunt moeilijker ademhalen. Nou, en dan hoor je net iets in de verte als kanonschoten. Hè? En je voelt dus door je voeten een hele lichte trilling van de bodem. Nou, dan, hoe dichter je dus bij de haard komt, hoe sterker die verschijnselen worden. Uit spleten uit de aarde komt zoutzuurgas. Dus je gaat verschrikkelijk hoesten. Ten slotte wordt zelfs de grond heet, dus dat je je handen erop houdt, voel je daar dat de grond heet is. Ja, dat zet de mens aan het denken. Dat brengt iemand die tot filosofische gedachten geneigd is, brengt dat op bepaalde ideeën. En die heb ik dus in dat stukje over de Etna opgeschreven. En de vulkaan dus als een soort van onomstootbaar argument tegen metafysische stelsels. Ja, tegen metafysische stelsels blijft natuurlijk zeer wonderlijk dat op een planeet die eigenlijk in zijn binnenste één grote gruwel van hitte en hoge druk is, wat zich dan op die bepaalde plaatsen waar de aardkorst wat zwak is manifesteert in de vorm van vulkanisme, dat een dergelijk subtiel denkend riet als de mens daar toch ook op geschapen is, dat blijft zeer vreemd. Maar, ik bedoel, in een vulkanisch gebied besef je dat het overgrote deel van het heelal niet voor ons bestemd is.